Voorrede van de Negerhut. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. De Negerhut door Harriet Beecher Steuwe. In de vertaling van C.M. Mensing. Voorrede. De tonelen van dit verhaal verplaatsen de lezer, gelijk de titel reeds aanduidt, onder een mensenstam waarvan de beschaafde maatschappij tot nog toe hare aandacht heeft afgewend en liefst niets heeft willen weten. Een vreemd geslacht, welks voorouders onder de zon der keerkringen geboren een karakter medebrachten en aan hunne afstammelingen ten erfdeel gaven, zo geheel ongelijk aan dat van de harde en heersende Anglo-Saxische stam, dat het van deze vele jaren lang niets anders dan misverstand en verachting heeft kunnen verwerven. Doch wij zien het aanbreken van een andere en betere dag. Letterkunde, poëzie en kunsten brengen in onze tijd haar invloed meer en meer in overeenstemming met de voorname grondtoon des christendoms, in de mensen een welbehagen. De dichter, de schilder en de schrijver zoeken thans de meer gewone betrekkingen des levens en de zachtere aandoeningen van het menselijke hart op. Pogen deze schoner en beminnelijker te maken en ademen onder het lokkende der verdichting een geest van menselijkheid en vertedering, welke de ontwikkeling der grote beginselen van christelijke broederschap moet bevorderen. De hand der mensenliefde is overal uitgestrekt om naar misbruiken te zoeken, om verongelijkingen te herstellen, om rampen te lenigen. En de geringe, de verdrukten en de vergetenen voor de ogen der wereld te plaatsen en deze tot medelijden te bewegen. In deze algemene beweging is men eindelijk gedachtig aan het ongelukkige Afrika. Afrika, dat in de schemerachtige dageraad van de oude tijd het eerst de loopbaan der beschaving intrad, maar dat sedert eeuwen geboeid en bloedende voor de voeten der beschaafde en christelijke mensheid gelegen en vruchteloos om haar medelijden gesmeekt heeft. Doch het hart van de heersende stam, het hart van hen die de overwinnaars en harde meesters der Afrikaanse mensheid zijn geweest, is eindelijk tot barmhartigheid met haar bewogen. En men heeft gezien hoeveel edeler het voor volken is de zwakken te beschermen dan hen te onderdrukken. God zij geloofd, de wereld heeft eindelijk de slavenhandel overleefd. Het oogmerk deze schetsen is gevoel en medelijden voor het Afrikaanse mensengeslacht, gelijk het onder ons Amerikanen leeft, te doen ontwaken. Het onrecht en de ellende te doen zien, die het leidt onder een stelsel het welk zo noodzakelijk wreed en onrechtvaardig is, dat het de goede gevolgen verijdelt en vernietigt van alles wat onder dat stelsel door de beste vrienden die ongelukkigen voor hen kan beproefd worden. Dit doende kan de schrijfster oprechtelijk alle vijandelijk gevoel verloochenen jegens diegene die dikwijls zonder eigen schuld in de bezwaren en moeilijkheden van de wettelijke aangelegenheden der slavernij zijn betrokken. De ondervinding heeft haar bewezen dat mensen met het helderste hoofd en het edelste hart dikwijls in deze moeilijkheden zijn gewikkeld. En niemand weet beter dan zij dat alles wat men uit schetsen gelijk deze van de ellende der slavernij kan leren kennen, nog niet de helft is van hetgeen men zou kunnen verhalen
van het onbeschrijfelijk geheel. In de noordelijke staten zullen deze tafereelen misschien overdreven genoemd worden. In de zuidelijke staten zijn getuigen die weten hoe getrouw ze zijn. Welke persoonlijke kennis de schrijfster draagt van werkelijke voorvallen, gelijk de zulke die hier verhaald zijn, zal op zijn tijd blijken. Het is een troost te hopen dat, gelijk de wereld van eeuw tot eeuw zoveel smart en onrecht heeft overleefd en achter zich gelaten, er zo een tijd zal komen wanneer schetsen gelijk deze alleen belangrijk zullen zijn als gedenkstukken van iets dat al lang heeft opgehouden te bestaan. Wanneer een verlichte en echt christelijke maatschappij op de kusten van Afrika zal gevestigd zijn, met ene aan ons ontleende wetgeving, taal- en letterkunde, mogen dan de tonelen uit het diensthuis voor hare leden wezen gelijk de gebeurtenissen van Egypte voor een Israëliet, een opwekking tot dankbaarheid aan hem die hen verlost heeft. Einde van de voorrede. Eerste hoofdstuk van De Negerhut. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. De Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Eerste hoofdstuk, waarin de lezer een menslievend man leert kennen. Laat in de namiddag van een gure dag in februari zaten twee heren alleen bij hun wijn in een vrij gemeubileerd eetzaaltje in de stad P. in Kentucky. Er waren geen bedienden aanwezig en met dicht bij elkander geschoven stoelen schenen de heren met grote ernst over een belangrijk onderwerp te spreken. Heren, hebben wij zo even gezegd. Eén van de twee scheen echter, als men hem oplettend aanzag, die naam niet zeer te verdienen. Hij was een kort, zwaarlijvig man, met grove, gemene gelaatstrekken, dat voorkomen van opgeblazen aanmatiging, dat een man van weinig opvoeding kenmerkt, die zich in de wereld omhoog tracht te werken. Hij was buitensporig zwierig gekleed, met een schitterend veelkleurig vest, een blauwe das, met schreeuwend gele ogen bezaaid, en met een winderige strik opgeknoopt. Volkomen in overeenstemming met het gehele voorkomen van de persoon. Zijne handen, groot en grof, waren met ringen overladen. Hij droeg een zware gouden horlogeketting, met een tros verbazende cachetten van allerlei kleuren daaraan, welke hij gewoon was onder het spreken met blijkbaar welgevallen te laten slingeren en rinkelen. Zijn taal was een zeer vrijpostige uittarting van al de regelen der spraakkunst, en hier en daar met verschillende profane uitdrukkingen doorzaaid, welke wij zelfs niet uit verlangen om ons verhaal levendiger te maken, willen overnemen. De ander, Mr. Shelby, had inderdaad het voorkomen van een heer, een gentleman, en de gehele inrichting van zijn huis en huishouden scheen te doen blijken dat hij een gegoed, ja zelfs een rijk man moest wezen. Gelijk reeds gezegd is, waren deze twee midden in een ernstig gesprek. Dat is de manier waarop ik de zaak wilde schikken, zei meneer Shelby. Op die manier kan ik geen handel doen, stellig niet, meneer Shelby, zei de ander, en hield tegelijk een glas wijn tussen zijn oog en het licht. Wel, ik zal u zeggen, Haley,
Tom is een buitengewone kerel. Hij is die som zeker overal waardig. Nuchter, eerlijk en bekwaam houdt hij mijn gehele hoeven in orde, alsof het een uurwerk was. Gij meent eerlijk, zover als dat met negers gaat, zei Haley, zich nog een glas brandewijn inschenkende. Nee, ik meen waarlijk dat Tom een brave, degelijke, godvrezende kerel is. 4 jaren geleden heeft hij bij een veldpredikatie godsdienst geleerd. En ik geloof dat hij die waarlijk geleerd heeft. Ik heb hem sedert alles aanvertrouwd wat ik heb. Geld, huis, paarden. Ik heb hem laten gaan en komen het gehele land door. En ik heb hem altijd en in alles trouw en eerlijk bevonden. Sommige mensen geloven niet dat er vrome negers zijn, Shelby, zei Haley met de hand wuivende, alsof hij eens zeer billig wilde zijn. Maar ik geloof het wel. Ik had een kerel bij de laatste troep die ik naar Orleans bracht. Het was inderdaad zo goed als een preek die knaap te horen praten. En hij was ook heel zacht en stil. Hij heeft me een mooie som opgebracht, want ik had hem goedkoop van iemand die moest uitverkopen. En zo verdiende ik 600 aan hem. Ja, ik houd godsdienst voor iets heel goeds in een neger, als het namelijk echte waar is. Nu, Tom heeft de echte waar, als ooit iemand ze had, hervatte de ander. Wel, verleden najaar liet ik hem alleen naar Cincinnati gaan, om zaken voor mij te doen en mij $500 thuis te brengen. Tom, zeide ik tegen hem, ik vertrouw u, omdat ik denk dat gij een christen zijt. Ik weet dat gij mij niet zoudt willen bedriegen. Tom kwam terug. Zeker genoeg, dat wist ik wel. Enige gemene kerels, heb ik gehoord, vroegen hem, Tom, waarom zijt ge niet naar Canada gedrost? O, meester vertrouwde mij, ik kon niet. Zo heeft men het mij verteld. Het spijt me, Tom te moeten wegdoen, dat moet ik zeggen. Gij moest hem voor het gehele restant der schuld aannemen. En dat zoudt gij ook, Haley, als gij een geweten had. Wel, ik heb juist zoveel geweten als iemand die handel doet erop na kan houden, zo'n beetje, weet ge, om bij te zweren, als het ware, zeide de handelaar schertsend. En ik ben ook gewillig om alles in het redelijke te doen, om een vriend te verplichten. Maar dit hier, ziet ge, is een beetje te veel gevergd. Een beetje te veel. De handelaar slaakte een peinzende zucht en schoof zijn glas nog eens bij. Wel nu, Haley, hoe wilt gij het dan schikken? Zeide Mr. Shelby na een tussenpoos van drukkende stilte. Wel, hebt ge geen jongen nog meid die ge op Tom kon toegeven? Geen die ik wel missen kan. Om u de waarheid te zeggen, het is alleen de harde noodzakelijkheid die mij over het geheel wil doen verkopen. Ik doe niet gaarne een van mijn lieden weg, zo is het. Hier werd de deur geopend en een kleine jongen, een quadron, tussen de 4 en 5 jaren oud, kwam de kamer binnen. Hij had iets zeer bevalligs en innemends in zijn voorkomen. Zijn zwarte haren, zo fijn als zijde, hingen in glanzige krullen om zijn rond, vrolijk gezichtje, terwijl een paar grote donkere ogen, vol vuur en zachtheid tegelijk, onder de lange wimpers kwamen uitkijken, toen hij nieuwsgierig in het vertrek rondzag. Een rokje van rood en geel geruite stof, dat hem zeer netjes paste, deed zijn donkere en welige schoonheid nog gunstiger uitkomen.
en zeker koddig zelfvertrouwen, met enige bedeesdheid vermengd, toonde dat hij niet ongewoon was door zijn meester als een speelpopje behandeld te worden. Holla, Jim Crow, zeide Mr. Shelby, floot eens en wierp een trosje rozijnen naar hem toe. Raap dat eens op. Het kind liep zo hard hij kon naar de buit, terwijl zijn meester lachte. Kom hier, Jim Crow, zeide hij. Het kind kwam. De meester streelde zijn krullenkopje en tikte hem onder de kin. Kom aan nu, Jim. Laat meneer eens zien hoe ge dansen en zingen kunt. Het knaapje begon met een heldere stem een van die wilde dwaze liedjes te zingen die onder de negers in zwang zijn, en vergezelde zijn gezang met vele koddige bewegingen van handen, voeten en het gehele lijf. Alles juist op de maat zijner muziek. Bravo, zei Haley, hem een vierde part van een sinaasappel toewerpende. Jim, loop nu eens, zoals oude oom Kudjoe, als hij de reumatiek heeft. Terstond namen de buigzame leden van het knaapje de schijn van misvorming aan, en strompelde hij met een kromme rug en zijn meesters stok in de hand door de kamer rond, met zijn kindergezichtje in pijnlijk knorrige plooien getrokken en rechts en links spuwende, gelijk de oude man deed die hij nabootste. Beide heren schaterden van lachen. Jim, zeide zijn meester weder, laat ons nu horen en zien hoe ouderling Robbins psalmen zingt. Het kind rekte zijn rond gezichtje tot een verbazende lengte uit en begon door zijn neus ene psalmwijs te zingen, alles met de grootste ernst. Bravo, wat een jongen, zei Haley. Dat kereltje is knap, dat beloof ik u. Wil ik eens wat zeggen? En daarbij klopte hij Mr. Shelby op de schouder. Geef dat kereltje erop toe, en ik houd de zaak voor afgedaan. Dat doe ik. Kom aan. Is dat nu geen spijkers met koppen slaan? Op dit ogenblik werd de deur zachtjes opengeduwd en kwam een jonge quadrone van 25 jaren naar het scheen de kamer binnen. Men behoefde slechts even van het kind naar haar te zien om haar als de moeder daarvan te herkennen. Zij had dezelfde donkere grote ogen met lange wimpers, hetzelfde golvende, zijderachtige, zwarte haar. Het bruinharige kleur maakte voor een donkere blos plaats, toen zij de blik van de vreemde man met onverholen bewondering op haar gevestigd zag. Hare kleding paste zeer net en deed hare fraai gevormde gestalte voordelig uitkomen. Een fijne hand en nette voet waren bijzonderheden die het snelle oog des handelaars niet ontsnapten. Wel gewoon om met een enkele blik de eigenschappen van vrouwelijke waar op te merken. Wel, Eliza, zeide haar meester, toen zij staan bleef en hem aarzelend aanzag. Verschoning, meneer, ik zocht naar Harry, en het kind sprong naar haar toe en liet haar zijn buit zien, die hij in een slip van zijn rokje had gedaan. Neem hem dan maar mede, zei Mr. Shelby. En zij ging haastig heen met het kind op de arm. Bij Jupiter, dat is goede waar, zei de handelaar, de andere met opgetogenheid aanziende. Aan die meid kunt gij in Orleans geld verdienen, wanneer ge maar wilt. Ik heb wel eens over de 1000 zien betalen voor meiden die geen zier mooier waren. Ik wil geen geld aan haar verdienen, zeide Shelby droogjes. En om het gesprek een andere wending te geven, trok hij een verse fles wijn open en vroeg Haley wat hij daarvan dacht. Heerlijk,
antwoordde de handelaar kortaf. En toen, Shelby weder familiair op de schouder kloppende, vervolgde hij. Kom, laten we eens over die meid handelen. Wat zal ik voor haar bieden? Hoeveel wilt gij voor haar nemen? Zij is niet te koop, meneer Haley, zeide Shelby. Mijn vrouw zou haar niet willen missen voor haar gewicht aan goud. Ja, ja, vrouwen zeggen zulke dingen altijd, omdat ze niet rekenen. Laat ze maar eens zien hoeveel horloges, pluimen en snuisterijen men voor iemands gewicht in goud krijgen kan, en dan verandert de zaak, zou ik denken. Ik zeg u, Haley, hiervan moet niet gesproken worden. Ik zeg nee, en ik meen nee, antwoordde Shelby beslissend. Nu, gij zult mij de jongen toch wel laten, hervatte de handelaar. Gij moet bekennen dat ik tamelijk veel voor hem bied. Wat op de wereld kunt gij met het kind willen doen, zeide Shelby. Wel, ik heb een vriend die in dat vak gaat doen. Hij wil mooie jongens kopen, om voor de markt op te fokken. Liefhebberijartikelen, om te verkopen voor lijfknechts enzovoort aan rijke heren, die mooi goed kunnen betalen. Dat maakt figuur in een groot huis. Een echt mooie jongen, om de deur open te doen en te bedienen. Zij halen een goede som, en die kleine drommel is zulk een koddig muzikaal ventje, hij is net de rechte soort. Ik wilde hem liever niet verkopen, zei Shelby nadenkend. Om de waarheid te zeggen, meneer, ik denk menselijk en scheid niet gaarne het kind van de moeder. O, zo. Jawel, iets van dien aard. Ik begrijp het volkomen. Het is somtijds heel lastig met die vrouwen terecht te komen. Ik heb altijd een hekel aan zulk een huil- en schreeuwtijd. Het is machtig lastig en onplezierig. Maar, zoals ik de zaak overleg, meneer, vermijd ik die onaangenaamheid meestal. Als gij nu maar de meid voor een dag of een week of zo uit de weg zendt, dan wordt het stilletjes gedaan en alles is voorbij eer zij thuiskomt. Uwe vrouw kan haar een paar oorringen geven, of een nieuwe japon, of zulke nesterij, om het haar te verzoeten. Ik vrees van nee. Och, vriend, ja. Die schepsels zijn niet zoals de blanken, weet ge. Zij komen over alles heen, als men het maar goed aanlegt. Men zegt wel eens, vervolgde Haley, een oprechte en vertrouwelijke toon aannemende, dat deze soort van handel het gevoel verhardt, maar dat heb ik niet ondervonden. Het is de waarheid dat ik nooit zo zou kunnen handelen als sommige kerels doen. Ik heb er gekend die een vrouw haar kind uit de armen zouden halen en het opzetten om te verkopen, terwijl zij al doorschreeuwt alsof zij dol was. Zeer slecht overleg. Beschadigde waar maakt ze somtijds geheel onbruikbaar. Ik heb eens in Orleans een echte mooie meid gezien, die door deze manier van handelen gans bedorven werd. De kerel die haar kocht, wilde haar kind niet, en zij was een van de lastige soort, als haar bloed warm werd. Ik kan u zeggen, zij klemde haar kind in haar armen, en babbelde en roerde zich ijselijk. Ik word haast nog koud, als ik eraan denk. En toen zij haar kind wegbrachten en haar opsloten, werd zij heel en al razend en stierf binnen de week. Dat was $1000, zomaar weggegooid. Meneer, alleen door gebrek aan overleg. Het is altijd best menselijk te wezen, meneer. Dat is mijn ondervinding. De handelaar liet zich in zijn stoel zakken, sloeg zijn armen met zekere onverschilligheid over elkander en scheen zichzelf
voor een tweede Wilberforce te houden. Het scheen dat hij het onderwerp zeer belangrijk vond, want terwijl Shelby peinzend een sinaasappel schilde, begon Haley opnieuw. Wel met een zekere schroomvalligheid, maar alsof de kracht der waarheid hem werkelijk dwong om nog iets te zeggen. Het staat voor iemand niet mooi als hij zichzelf prijst, maar ik zeg het alleen omdat het de waarheid is. Ik geloof, men houdt mij voor de man die de mooiste troepen negers aanvoert, die er gebracht worden. Tenminste, zo heeft men mij gezegd. 100 zo goed als 1, allen in goede staat. Vet en welgedaan, en ik verlies er zo weinig als iemand in het vak. En dat alles ligt aan mijn behandeling, meneer, en menselijk, meneer, dat mag ik wel zeggen, is de grote steunpilaar van mijn handelen. Shelby wist niet wat te zeggen en zei dus, inderdaad. Men heeft mij uitgelachen om mijn denkbeelden, meneer, en men heeft er mij over aangesproken. Zij zijn niet bemind, meneer, en zij zijn niet gewoon, maar ik blijf erbij. Ik ben erbij gebleven en heb er goed geld mede verdiend. Ja, meneer, ze hebben hun vracht betaald, mag ik wel zeggen. En de handelaar lachte om zijn eigen aardigheid. Er was iets zo origineels in deze redeneringen over menselijkheid, dat Shelby niet kon nalaten met hem mede te lachen. Misschien lacht gij ook, waarde lezer, maar gij weet wel, de menselijkheid vertoont zich tegenwoordig in allerlei vreemde gedaanten en zegt en doet allerlei wonderlijke dingen. Shelby's lachen bemoedigde de handelaar om voort te gaan. Het is wel vreemd, maar ik heb het de mensen nooit in het hoofd kunnen stampen. Daar was Tom Loker, mijn oude compagnon in Natchez. Hij was een knappe kerel, dat was Tom, maar een duivel voor de negers. Om reden was hij dat, ziet ge, want hij had zulk een goed hart als iemand die ooit brood gebroken heeft. Het was zijn systeem, meneer. Ik placht wel met Tom te praten en te zeggen, wel Tom, als die meiden eens aangaan en huilen, wat baat het dan, ze een gat in de kop te slaan en af te ranselen? Het is belachelijk, zeide ik, en het doet nooit goed. Ik voor mij zie geen kwaad in het huilen, zeide ik, dat is haar natuur, en als de natuur niet op de ene manier eruit kan, dan neemt zij een andere. Bovendien, Tom, zei ik, gij bederft de meiden maar. Zij worden ziekelijk en neerslachtig, en somtijds worden ze lelijk. Vooral de gele meiden doen dat. Waarom kunt ge ze niet een beetje flikvlooien en mooie woorden geven? Ge kunt erop aan, Tom, een beetje menselijkheid, nu en dan te pas gebracht, helpt veel meer dan uw ranselen en brengt meer geld op. Geloof dat vrij. Maar Tom kon er geen smaak in krijgen en hij bedierf er nog zoveel dat ik van hem scheiden moest, hoewel hij een goedhartige kerel was en anders wel verstand van de handel had. En gij vindt dus uw manier van doen voordeliger dan die van Tom, zeide Shelby. Ja, meneer, dat lijkt wel. Ziet ge, als ik enigszins kan, ben ik een beetje voorzichtig met onplezierige dingen, zoals het jonge goed te verkopen en zo meer. Zend de meiden uit de weg, uit het oog, uit het hart, weet ge. En als het afgedaan en niet meer te veranderen is, worden zij er vanzelf aan gewoon. Het is niet als met de blanken, die geleerd hebben te verwachten dat zij hunne vrouwen en kinderen zullen houden.
Negers, die behoorlijk zijn grootgebracht, hebben zulke verwachtingen niet. En dus valt hun dat alles lichter. Ik vrees dan dat de mijne niet behoorlijk zijn grootgebracht, zeide Shelby. Dat denk ik ook wel. Gij in Kentucky bederft uw negers. Gij meent het goed met hen, maar het is toch geen ware goedheid. Voor een neger, die door de wereld moet gesold en aan Tom en Dick en de hemel weet wien verkocht worden, is het geen goedheid, als men hem andere denkbeelden en verwachtingen geeft en een al te goed opbrengt. Want dan valt het slingeren en sollen hem naderhand zoveel te harder. Ik durf wel zeggen, uw negers zouden lang niet in hun schik zijn op een plaats waar de meeste plantagenegers zouden zingen en joelen als bezetenen. Iedereen, weet ge, meneer Shelby, denkt natuurlijk goed over zijn eigen manieren. En ik geloof dat ik de negers omtrent zo goed behandel als het ooit de moeite waard is ze te behandelen. Het is gelukkig als men wel tevreden is, zeide Shelby, even zijn schouders ophalende, en blijkbaar met een gevoel van onaangename aard. Wel, wat zegt ge? Zeide Haley, nadat beide een poos stilzwijgend noten hadden geplozen. Ik zal eens over de zaak denken en er met mijn vrouw over spreken, antwoordde Shelby. Ondertussen, Haley, als gij de zaak op die stille manier wilt uitvoeren waarvan ge spreekt, deed ge best niet te laten bekend worden wat ge hier in de buurt komt doen. Het zal anders onder mijn volk ruchtbaar worden, en dan zal het niet heel stil toegaan, een van hen weg te brengen. Dat kan ik u zeggen. O, zeker, mondje dicht natuurlijk. Maar ik moet u zeggen, ik heb een drommelse haast en wilde wel zo spoedig mogelijk weten waar ik op aan kan, zei Haley, terwijl hij opstond en zijn jas aantrok. Wel nu, kom vanavond tussen 6 en 7 uur, dan zult ge mijn antwoord krijgen, liet Shelby hierop volgen. En de handelaar ging buigende heen. Hoe gaarne was ik in staat geweest om die onbeschaamde kerel de trap af te schoppen, zeide Shelby bij zichzelf, toen hij alleen was. Maar hij weet welk een voordeel hij op mij heeft. Als iemand mij ooit gezegd had dat ik Tom aan een van die schelmse handelaars uit het zuiden zou verkopen, zou ik gezegd hebben, is uw dienstknecht een hond, dat hij deze zaak zou doen. En nu moet het er toch toe komen. En Eliza's kind ook. Ik weet wel dat ik daarover onaangenaamheden met mijn vrouw zal hebben, en over Tom ook al. Zo gaat het als men schulden heeft. O, die kerel ziet zijn voordeel en weet er gebruik van te maken. Misschien is de zachtste vorm van het stelsel der slavernij in de staat Kentucky te zien. De algemeenheid ener soort van landbouw waarbij de arbeid stil en bedaard zijn gang gaat en die geen tijden van overgrote haast en drukte meebrengt, gelijk de landbouw van meer zuidelijke gewesten, maakt daar de taak van de neger gezonder en redelijker, terwijl de meester, tevreden met langzamer geld te winnen, die verzoekingen tot hardvochtigheid niet heeft, welke de zwakke mens altijd verlokken, wanneer het vooruitzicht op een snelle en plotselinge winst in een weegschaal wordt gewogen, die geen ander tegenwicht heeft dan de belangen van weerloze ondergeschikten. Wie enige landgoederen daar bezoekt en getuigenis van de vriendelijke toegevelijkheid van sommige meesters en meesteressen en de liefderijke trouw van sommige slaven, zou in verzoeking kunnen komen om van de zo dikwijls herhaalde dichterlijke fabel
van een patriarchale toestand te gaan dromen. Maar boven dat bekoorlijke toneel hangt een dreigende schaduw, de schaduw der wet. Zolang de wet al deze menselijke wezens met kloppende harten en levende aandoeningen slechts al zoveel dingen beschouwt, die een meester toebehoren, zolang het ongeluk, de onvoorzichtigheid of de dood van een menslievend meester hen opeens een leven van geruste welvaart met een van hopeloze ellende en zware arbeid kan doen verwisselen. Zolang is het onmogelijk aan het best geregelde stelsel van slavernij iets schoons of begeerlijks te geven. Mr. Shelby was een man van de gewone goede soort, zachtaardig en vriendelijk, en genegen om allen die hem omringden met toegefelijkheid te behandelen. En hij had het nooit aan iets laten ontbreken, dat tot het lichamelijk welzijn der negers op zijn goed kon bijdragen. Hij had echter op een grote schaal en onvoorzichtig gespeculeerd, had zich diep in schulden gestoken en wissels van een aanzienlijk bedrag waren Haley in handen gekomen. Dit korte bericht is de sleutel van het voorafgaande gesprek. Nu was het gebeurd dat Eliza, toen zij naar de deur kwam, genoeg van dat gesprek had opgevangen om haar te doen begrijpen dat de handelaar iemand van haar meester wilde kopen. Gaarne had zij, toen zij heen ging, bij de deur blijven staan luisteren. Maar, dewijl haar meesteres haar toen juist riep, was haar dit onmogelijk. Zij meende echter te horen dat de handelaar een bod deed naar haar kind. Kon zij zich bedriegen? Haar hart klopte onstuimig en onwillekeurig drukte zij de kleine vast aan haar borst, dat hij haar met verbazing aanzag. Eliza, wat scheelt u vandaag? Zeide haar meesteres, toen Eliza de waterkan had omgestoten, tegen het werktafeltje was aangelopen en eindelijk in overmaat van verstrooiing met een lange nachtjapon aankwam, in plaats van met het zijde kleedje dat zij uit de kleerkast had moeten krijgen. Eliza schrikte. O, mevrouw, zeide zij, haar ogen opslaande, barstte toen in tranen uit en wierp zich snikkende op een stoel. Maar Eliza, kind, wat scheelt u toch? Zeide haar meesteres weder. O, mevrouw, mevrouw, antwoordde Eliza, er zit een handelaar in de voorkamer met de meester te spreken. Ik heb hem gehoord. Wel nu, onnozel kind, en wat zou dat? O, mevrouw, denkt gij dat de meester mijn Harry zou willen verkopen? Riep het arme schepsel snikkend uit. Hem verkopen? Wel, nee, zottinnetje, gij weet wel dat uw meester zich nooit met die handelaars uit het zuiden inlaat en voornemens is nimmer een van zijn bedienden te verkopen, zolang zij zich wel gedragen. En, onnozel kind, wie denkt ge dat uw Harry zou willen kopen? Denkt ge dat iedereen zo op hem gesteld is als gij zijt, gij gansje? Kom, wees weer vrolijk en maak mijn kleedje vast. Zo, maak nu mijn haar van achteren in die aardige vlecht die gij pas geleerd hebt, en sta niet meer aan de deuren te luisteren. O, mevrouw, maar gij zou toch nimmer toestemmen om dwaasheid, kind. Wel zeker zou ik niet. Hoe praat gij zo? Ik zou even gaarne een van mijn eigen kinderen laten verkopen. Maar waarlijk, Eliza, gij wordt al te groots op die kleine jongen. Geen mens kan zijn neus meer binnen de deur steken,
of gij denkt dat hij komen moet om hem te kopen. Gerustgesteld door de toon hare meesteres, ging Eliza vlug en handig met het toilet voort en lachte onder haar bezigheden om haar eigen vrees. Mevrouw Shelby was een vrouw die een verstand en zedelijk gevoel boven het gewone uitmuntte. Met die natuurlijke hooghartigheid en edelmoedigheid, welke de vrouwen van Kentucky dikwijls kenmerken, verenigde zij een verheven godsdienstig en zedelijk gevoel, op vaste grondbeginselen steunende, naar welke zij met evenveel standvastigheid als overleg handelde. Haar man, die zelf geen aanspraak op bijzondere godsdienstigheid maakte, eerbiedigde evenwel de hare en had misschien wel enig ontzag voor haar meningen. Zeker was het dat hij volle vrijheid liet aan haar weldadige pogingen, die op het welzijn, het onderwijs en de zedelijke verbetering haar dienstboden waren gericht, hoewel hij zelf daaraan geen zeer werkdadig aandeel nam. Inderdaad scheen hij, ofschoon hij wel niet aan de leer van de toerekening der overtollige goede werken van heiligen geloofde, zich toch enigszins te verbeelden dat zijn vrouw vroomheid en weldadigheid genoeg voor twee bezat, en half te verwachten dat hij door haar overvloed van die eigenschappen, waarop hij zelf geen bijzondere aanspraak kon maken, in de hemel zou komen. De zwaarste last op zijn gemoed, na zijn gesprek met de handelaar, was de noodzakelijkheid om zijn vrouw van de voorgenomen schikking kennis te geven en de tegenstand te bekampen, die hij met reden moest verwachten. Daar mevrouw Shelby geheel onbekend was met de ongelegenheden waarin haar echtgenoot verkeerde en alleen de gewone menslievendheid van zijn karakter kende, was de ongelovigheid waarmede zij Eliza's vermoedens had beantwoord volkomen oprecht geweest. Zij zette zich zelfs zonder verder nadenken de zaak uit het hoofd, en daar zij zich haasten moest om zich voor een avondvisite gereed te maken, ontsnapte die korte woordenwisseling geheel aan haar geheugen. Einde van het eerste hoofdstuk. Tweede hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe, in de vertaling van C.M. Mensing. Tweede hoofdstuk. De moeder. Eliza was van haar meisjesjaren af door hare meesteres als enige geliefkoosde en enigszins verwende gunstelinge behandeld. De reiziger in het zuiden moet dikwijls die bijzondere zweem van beschaving, die zachtheid van stem en manieren hebben opgemerkt, welke veelal een eigenaardige gave der kwadronen en mulattinnen schijnt te wezen. Deze natuurlijke bevalligheid is bij de kwadronen dikwijls met een schitterende schoonheid, bijna altijd tenminste met een behagelijk en innemend voorkomen verenigd. Eliza, gelijk wij haar beschreven hebben, is geen schets naar onze verbeelding getekend, maar aan onze herinnering ontleend, gelijk wij haar jaren geleden in Kentucky gezien hebben. Veilig onder de beschermende zorg harer meesteres had Eliza een rijpe leeftijd bereikt, verschoond van die verzoekingen welke de schoonheid van een slavin tot zulk een noodlottig erfgoed maken. Zij was met een knappe en talentvolle jonge mulat getrouwd, die slaaf was op een naburig landgoed en de naam van George Harris droeg. Deze jonkman was door zijn meester verhuurd om in een fabriek van zeildoek te werken,
waar zijn behendigheid en schranderheid hem voor onmisbaar deden houden. Hij had een machine om de hennep te zuiveren uitgevonden, welke, indien men de opvoeding en omstandigheden des uitvinders in aanmerking nam, evenveel genie voor de werktuigkunde aan de dag legde als Whitney's spinmolen. Hij had een welgemaakte gestalte en innemende manieren en was in de fabriek een algemene gunsteling. Evenwel, daar deze jonkman in het oog der wet geen mens maar een ding was, waren al deze voortreffelijke hoedanigheden onderworpen aan het bedwang van een gemene, laaghartige meester. Toen de heer van George's uitvinding had gehoord, reed hij eens naar de fabriek, om te zien wat zijn denkend stuk vee had uitgericht. Hij werd door de fabrikant met grote voorkomendheid ontvangen, gefeliciteerd met het bezit van een slaaf van zoveel waarde. Men leidde hem de gehele fabriek door en liet hem de machine zien door George uitgevonden, die in zijn opgetogenheid zo vlug sprak, zich zo recht ophield en er zo beschaafd en mannelijk uitzag, dat zijn meester een onaangename bewustheid van minderheid begon te gevoelen. Wat behoefde zijn slaaf door het land rond te lopen, machines uit te vinden en onder gentlemen het hoofd op te steken? Hij zou spoedig een eind daaraan maken. Hij zou hem terugnemen, aan het graven en spitten zetten, en dan eens zien of hij nog zo groot zou lopen. Tot verbazing van de fabrikant en alle belanghebbenden, zeide hij dus eensklaps dat hij nu maar het loon van George verlangde en hem terug wilde nemen. Maar, meneer Harris, bracht de fabrikant hier tegenin, is dat toch niet wat haastig? En, al was dat zo, is de man niet van mij? Wij zouden gaarne meer vergoeding voor hem betalen, meneer. Dat kan mij volstrekt niet schelen. Ik verhuur geen van mijn arbeiders, of ik moet er lust toe hebben. Maar meneer, hij schijnt voor dit vak bijzonder geschikt. Misschien wel. Hij was nooit zeer geschikt voor iets waaraan ik hem zette. Dat kan ik zeggen. Maar bedenk eens, dat hij deze machine heeft uitgevonden, viel een der werklieden er tamelijk ongelukkig op in. O ja, een machine om werk uit te halen, niet waar? Die wilde hij wel uitvinden, dat geloof ik. Laat dat altijd maar aan een neger over. Zij zijn zelf in allen machines om werk uit te halen. De een zo goed als de ander. Nee, hij zal opstappen. George stond als versteend toen hij zo onverwachts zijn vonnis hoorde uitspreken door een macht die hij wist dat onweerstaanbaar was. Hij sloeg zijn armen over elkander en kneep zijn lippen dicht. Maar een hele vulkaan van bittere aandoeningen brandde in zijn borst en zond stromen vuurs door zijn aderen. Hij haalde kort en hijgend adem. Zijn donkere ogen gloeiden als kolenvuur. En hij zou misschien in een gevaarlijke drift zijn uitgebarsten, indien de welmenende fabrikant hem niet aan de arm had gestoten en zacht gezegd, geef toe, George, ga voor eerst maar met hem mede. We zullen u wel zien te helpen. De dwingeland bemerkte dit gefluister en gissende wat er gezegd werd, hoewel hij het niet horen kon, versterkte hij zichzelf heimelijk in zijn besluit om de macht te behouden, die hij over zijn slachtoffer bezat. George werd teruggebracht en aan het geringste en onaangenaamste werk op de hoeve gezet. Hij was in staat geweest om elk oneerbiedig woord te smoren, maar zijn flikkerend oog en zijn betrokken voorhoofd waren een gedeelte der natuurlijke taal die niet gesmoord kon worden. Ontwijfelbare tekenen die maar al te duidelijk toonden dat de mens niet tot een ding kon gemaakt worden. Het was gedurende de gelukkige tijd, toen
toen hij in de fabriek werkzaam was, dat George zijn vrouw had leren kennen en met haar getrouwd was. In die tijd had hij, daar de fabrikant hem zeer begunstigde en vertrouwde, volle vrijheid om naar believen uit te gaan. Het huwelijk was zeer naar de zin van mevrouw Shelby, die, met een weinigje van de vrouwelijke liefhebberij voor het smeden van echtelijke banden, haar schone gunstelingen gaarne verenigd zag met een man van haar eigen klasse, die in alle opzichten zo uitmuntend voor haar geschikt scheen. Zo werden zij getrouwd in de grote voorkamer harer meesteres, en versierde die meesteres zelve het fraaie haar der bruid met oranjebloesems, en wierp de bruidssluier daaroverheen, die haast niet op bekoorlijker hoofd had kunnen rusten, en er was geen gebrek aan witte handschoenen, koek en wijn, en aan bewonderende gasten, om de schoonheid der bruid en de goedheid en mildheid der meesteres te prijzen. Een paar jaren lang zag Eliza haar echtgenoot dikwijls, en werd hun geluk door niets gestoord, behalve het verlies van twee kleine kinderen, waaraan zij hartstochtelijk gehecht was, en die zij met zulk een diepe smart betreurde, dat zij daardoor een zachte vermaning van hare meesteres uitlokte, die met moederlijke bezorgdheid haar hartstochtelijk gevoel binnen de perken van rede en godsdienst poogde terug te brengen. Na de geboorte van de kleine Harry was zij echter langzamerhand bedaarder en rustiger geworden, en toen elke bloedende hartsader weder met dat jeugdig leven was samengestrengeld, bleef Eliza een gelukkige vrouw, totdat haar man met ruwheid van zijn vriendelijke huurder werd afgerukt en onder het ijzeren gezag van zijn wettige eigenaar gebracht. De fabrikant, getrouw aan zijn woord, bezocht Harris een paar weken nadat George van hem weggenomen was, hopende dat nu de drift bedaard zou zijn, en beproefde alle mogelijke middelen om de knappe werkman terug te bekomen. "Ge behoeft u geen moeite te geven om langer te praten," zei Harris stuurs. "Ik weet mijn eigen zaken wel, meneer. Ik heb mij niet vermeten om mij daarmede te bemoeien, meneer. Maar ik dacht dat ge het in uw belang zou kunnen achten uw man op de voorgestelde conditieën aan ons te laten." "O, ik begrijp de zaak goed genoeg. Ik heb u wel zien wenken en fluisteren toen ik hem uit de fabriek kwam halen. Maar gij zult mij zo niet krijgen. Dit is een vrij land, meneer. De man is mijn, en ik doe met hem wat ik verkies. Zo is het." En zo ontzonk George zijn laatste hoop. Hij zag niets voor zich dan een leven van slaafse arbeid. Nog meer verbitterd door alle kleine kwellingen en vernederingen die de schranderheid van zijn dwingeland kon uitdenken. Een zeer menslievend rechtsgeleerde zeide eens: "Het slechtste gebruik dat men van een mens maken kan, is hem op te hangen." Nee, er kan nog een gebruik van een mens gemaakt worden dat erger is. Einde van hoofdstuk 2. Derde hoofdstuk van De Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Derde hoofdstuk. De echtgenoot en vader. Mevrouw Shelby was uitgereden om hare visite te gaan brengen, en Eliza stond enigszins neerslachtig onder de veranda het rijtuig na te zien, toen er een hand op haar schouder werd gelegd. Ze keerde zich om en een heldere glimlach blonk op geheel haar gelaat, tot zelfs in hare schone ogen. "George, zijt gij het?
wat doet gij mij schrikken? O, ik ben zo blij dat ge komt. Mevrouw blijft vanavond uit. Kom dus naar mijn kamertje. We hebben de gehele tijd voor ons. Met deze woorden trok zij hem naar een net vertrekje dat op de veranda uitkwam, waar zij gewoonlijk zat te naaien, binnen beroep van haar meesteres. Hoe blij ben ik! Waarom lacht gij ook niet? En zie eens naar Harry, wat groeit hij! Het knaapje stond zijn vader door zijn krullen heen schuins aan te kijken en hield zich aan de rok zijner moeder vast. Is het niet een mooi kind? Zeide Eliza, de hangende krullen opstrijkende om haar lieveling een kus te geven. Ik wenste dat hij nooit geboren was, zeide George met bitterheid. Ik wenste dat ik zelf nooit geboren was. Verrast en verschrikt zette Eliza zich neer, liet haar hoofd op de schouder van haar echtgenoot zinken en barstte in tranen uit. O, Eliza, het is al te erg voor mij dat ik u zo deed schrikken, zeide hij met tederheid, al te erg. O, hoe wenste ik dat ge me nooit gezien had, dan had gij gelukkig kunnen zijn. George, George, hoe kunt gij zo spreken? Wat is er gebeurd, of zal er gebeuren, dat zo schrikkelijk is? Wij zijn immers tot heden zo gelukkig geweest. Dat zijn we, lieve, zei George. Daarna zijn kind op zijn knie nemende, zag hij het in de donkere glansrijke ogen en haalde zijn vingers door de krullende lokken. Uw evenbeeld, Eliza, en gij zijt de schoonste vrouw die ik ooit gezien heb en de beste die ik ooit verlang te zien. Maar o, ik wenste dat ik u nooit gezien had en gij mij niet. O, George, hoe kunt gij zo spreken? Ja, Eliza, het is alles jammer en ellende. Mijn leven is zo bitter als alsem. Het leven zelf wordt mij uitgepijnigd. Ik ben een arme, ellendige, moedeloze slover en ik zal u maar even ellendig maken. Wat baat het dat wij ons inspannen om iets te doen, om iets te weten, om iets te zijn? Wat baat ons het leven? Ik wenste dat ik dood was. Maar lieve George, dat is waarlijk goddeloos. Ik weet wel hoe het u spijt dat gij uw plaats in de fabriek hebt verloren en gij hebt een harde meester. Maar ik bid u, wees geduldig en misschien zal er iets... Geduldig, zeide hij, haar in de rede vallend. Ben ik niet geduldig geweest? Heb ik één woord gezegd toen hij kwam en mij weghaalde zonder enige redenen ter wereld. Daar vandaan waar iedereen goed voor mij was. Ik heb hem trouw elke cent betaald die ik verdiende. En iedereen zegt dat ik braaf gewerkt heb. Ja, het is ijselijk, zeide Eliza, maar hij is toch uw meester, moet ge denken. Mijn meester? En wie heeft hem mijn meester gemaakt? Dat is het wat ik denk. Welk recht heeft hij op mij? Ik ben een mens, zo goed als hij. Ik ben beter en knapper dan hij is. Ik weet meer van allerlei dingen dan hij weet. Ik heb beter overleg dan hij. Ik kan beter lezen dan hij. Ik schrijf in een betere hand. En dat alles heb ik mijzelf geleerd, zonder dat ik er hem voor behoef te danken. Ik heb het geleerd, ondanks hem. En wat recht heeft hij nu om een karrepaard van mij te maken, mij af te nemen van het werk dat ik doen kan, beter doen kan dan hij, en mij aan het werk te zetten dat ieder paard kan doen. Hij heeft een oogmerk. Hij zegt dat hij mij zal vernederen en onderdanig maken. En hij zet mij opzettelijk aan het zwaarste, laagste en vuilste werk. O, George,
George, gij maakt mij angstig. Ik heb u nog nooit zo horen spreken. Ik vrees dat gij nog iets ijselijks doen zult. Het verwondert mij geheel niet dat gij dat zo voelt, maar o, wees toch voorzichtig om mijnentwil, om Harry's wil. Ik ben voorzichtig geweest en ik ben geduldig geweest, maar het wordt al erger en erger. Vlees en bloed kan het niet langer dragen. Elke gelegenheid die hij vinden kan om mij te beledigen en te kwellen, neemt hij waar. Ik dacht dat ik mijn werk wel zou kunnen afdoen en mij stil gedragen en dan buiten de werkuren wat tijd overhouden om te lezen en te leren. Maar hoe meer hij ziet wat ik doen kan, des te meer belast hij mij. En hij zegt dat hij, hoewel ik niet spreek, toch zien kan dat ik de duivel in mij heb en dat hij die eruit wil jagen. En op de een of andere tijd zal hij er ook wel uitkomen, op een manier die hem niet bevalt. Of ik heb het mis. Och, wat zullen wij doen, zei Eliza treurig. Het was pas gisteren, hervatte George, toen ik bezig was met stenen in de kar te laden, dat Tom, de jonge heer, daar stond en met zijn zweep klapte, zo dicht bij het paard, dat het beest er schichtig van werd. Ik vroeg hem op te houden, zo vriendelijk als ik kon, maar hij ging maar voort. Ik vroeg het hem nog eens, en toen keerde hij zich om en begon mij te slaan. Ik hield zijn hand vast, en toen begon hij te schreeuwen en te schoppen en liep vervolgens naar zijn vader en zei dat ik tegen hem vocht. Deze kwam woedend aanlopen en zeide dat hij mij leren zou wie mijn meester was. En toen bond hij mij aan een boom en sneed teentjes voor de jonge meester en zeide hem dat hij mij slaan mocht tot hij er moe van werd. En zo deed hij ook. Als ik hem dat niet eens betaald zet. Zijn gezicht betrok en in zijn ogen gloeide een vuur dat zijn jonge vrouw deed beven. Wie heeft die man tot mijn meester gemaakt? Dat wil ik maar weten, voegde hij erbij. Och, zei Eliza droevig, ik heb altijd gedacht dat ik mijn meester en meesteres moest gehoorzamen, of dat ik geen christen kon zijn. Dat is misschien wel gezegd in uw geval. Zij hebben u als een eigen kind grootgebracht, u gevoed, gekleed, zacht behandeld en onderwezen, zodat gij een goede opvoeding hebt gehad. Dat is wel een reden waarom zij aanspraak op u kunnen maken. Maar ik ben geschopt, gescholden en geslagen. Op zijn best bemoeide men zich maar niet met mij. Wat ben ik dan schuldig? Ik heb voor mijn onderhoud 100-voudig betaald. Ik wil het niet verdragen. Nee, ik wil het niet, zeide hij. En kneep met een donker gerimpeld voorhoofd zijn vuisten dicht. Eliza beefde en zweeg. Zij had haar man nog nooit in zulk een stemming gezien. En haar zachtzinnige zedeleer scheen voor de baren van zulk een hartstocht als riet te zwichten. Gij weet nog wel van die arme kleine Carlo die gij mij gegeven hebt, hervatte George. Dat beestje was omtrent al de troost die ik had. Het sliep des nachts bij mij en liep de gehele dag met mij mede en keek mij aan alsof het begreep wat ik voelde. Wel, laatst toen ik hem enige oude kliekjes gaf die ik bij de keukendeur had opgeraapt en de meester aankwam, zeide deze dat ik hem op zijn kosten voedde en dat hij niet lijden kon dat elke neger zijn hond hield en beval mij om het diertje een steen om de hals te doen en in de vijver te smijten. O, George, dat hebt gij toch niet gedaan? Gedaan? Ik niet, maar zij. Meester en Tom smeten het arme verdrinkende beest nog met stenen. De arme Carlo keek mij zo droevig aan, alsof hij zich verwonderde waarom ik hem niet redde.
Ik kreeg met de zweep, omdat ik het niet zelf wilde doen. Maar het kon mij niet schelen. Hij zal wel eens ondervinden dat de zweep iemand niet temt. Mijn dag zal wel komen, als hij niet oppast. Wat wilt gij gaan doen? O, George, doe toch geen goddeloosheid. Als gij maar op God vertrouwt en wel wilt handelen, zal hij u verlossen. Ik ben geen christen, gelijk gij, Eliza. Mijn hart is vol bitterheid. Ik kan niet op God vertrouwen. Waarom laat hij de dingen zo zijn? O, George, wij moeten geloof hebben. Mevrouw zegt dat wij, als alles verkeerd met ons gaat, toch moeten geloven dat God het allerbeste doet. Dat is gemakkelijk te zeggen voor mensen die op hunne sofa's zitten, in koetsen rijden. Maar als ze eens waren waar ik ben, denk ik dat het wat moeilijker zou zijn. Ik wenste dat ik goed kon zijn, maar mijn hart brandt en ik kan er mij niet mede verzoenen. Gij zoudt het niet kunnen in mijn plaats. Gij kondt het nu niet, als ik u alles zeggen zou, wat ik te zeggen heb. Gij weet alles nog niet. Wat kan er nu nog moeten komen? Wel, laatst heeft meester gezegd dat hij een gek was geweest, om mij van de plaats te laten trouwen, dat hij meneer Shelby en al zijn gedoe haat, omdat zij trots zijn en het hoofd boven hem opsteken, en dat ik mijn trotse denkbeelden van u gekregen had. En hij zegt dat hij mij hier niet meer wil laten komen, en dat ik op zijn plaats een vrouw moet nemen en daar blijven. Eerst sprak hij daarvan, maar scheldende en brommende. Maar gisteren zeide hij mij dat ik Mina tot vrouw moest nemen en in één hut met haar wonen, of dat hij mij de rivier af zou verkopen. Maar gij zijt met mij getrouwd, door de predikant. Evengoed alsof gij een blanke waart geweest, zeide Eliza eenvoudig. Weet gij dan niet dat een slaaf niet getrouwd kan zijn? Er is geen wet in dit land daarvoor. Ik kan u niet als vrouw houden, als hij ons verkiest te scheiden. Dat is het waarom ik wens dat ik u nooit gezien had, waarom ik wens dat ik nooit geboren was. Het zou beter voor ons beiden zijn geweest, het zou beter voor dit arme kind zijn geweest, als het nooit geboren was. Dat alles kan hem ook nog gebeuren. O, maar meester is zo goed. Ja, maar wie weet, deze kan sterven. En dan kan hij verkocht worden aan niemand weet wie. Wat verheugt het u dat hij zo schoon, schrander en vrolijk is? Ik zeg u, Eliza, dat er een zwaard door uw hart zal gaan voor iedere goede en lieve eigenschap van uw kind. Dat alles zal hem te veel waard maken om hem u te laten houden. Deze woorden vielen Eliza zwaar op het hart. De handelaar die zij gezien had, kwam haar weder voor de geest, en alsof iemand haar een dodelijke slag had toegebracht, verbleekte zij en snakte naar adem. Ze keek met zenuwachtige angst onder de veranda uit, waar het knaapje, dat het ernstig gesprek verveelde, was heengelopen, en waar hij, zegepralend, op Mr. Shelby's wandelstok heen en weer reed. Zij had haar man wel van hare vrees willen spreken, maar zij bedwong zich. Nee, nee, hij heeft zelf al genoeg te dragen, dacht zij. Nee, ik wil het hem niet zeggen, en buitendien, het is ook niet waar. Mevrouw bedriegt ons nooit. Kom, Eliza, lieve vrouw, zei George treurig. Houd u nu maar goed en vaarwel. Ik ga heen. Heen? George, waarheen? Naar Canada, antwoordde hij, zich recht oprichtende. En als ik daar ben, zal ik u kopen. Dat is alle hoop die ons overblijft.
Gij hebt een goede meester, die niet weigeren zal u te verkopen. Ik zal u kopen, en het kind, als God mij helpt, dat zal ik. O, schrikkelijk, als gij gevat mocht worden! Ik zal mij niet laten vatten, Eliza. Ik zal liever sterven. Ik wil vrij zijn of sterven. Gij zult toch uzelf niet ombrengen? Dat zal niet behoeven. Zij zullen mij wel ombrengen. Zij zullen mij niet levend de rivier afkrijgen. O, George, om mijnentwil, wees toch voorzichtig. Doe geen goddeloosheid, sla geen handen aan uzelven of iemand anders. Gij wordt al te zwaar verzocht, al te zwaar, maar gaan moet gij. Maar doe het voorzichtig en bid God om u te helpen. Wel nu, Eliza, hoor dan mijn plan. Meester heeft het in zijn hoofd gekregen om mij hier vlak voorbij te zenden met een briefje aan meneer Sims, die een mijl verder woont. Hij dacht, geloof ik, dat ik wel hier zou komen om u te zeggen wat mij scheelt. Het zou hem verheugen als hij de Shelby's, zoals hij ze noemt, daarmee verdriet kan doen. Ik ga nu heel stil naar huis, begrijpt ge, alsof ik mij geheel onderwierp en alles afgedaan was. Ik heb nog enige toebereidselen te maken, en er zijn er wel die mij wel zullen helpen, en na een week of zo zal ik onder de vermisten zijn. Bid voor mij, Eliza. Misschien zal onze lieve Heer u horen. O, bid zelf, George, en ga in vertrouwen op hem, dan zult gij niets doen wat goddeloos is. Wel nu dan, vaarwel, zeide George. Eliza bij de handen vattende en haar in de ogen starende, zonder heen te gaan. Ze bleven zwijgend staan. Toen kwamen er nog laatste woorden en snikken en bittere tranen. Zulk een afscheid als zij nemen, wier hoop om elkander weder te zien, zo broos als spinrag is. En man en vrouw hadden elkander verlaten. Einde van hoofdstuk 3. Vierde hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Vierde hoofdstuk. Een avond in de hut van oom Tom. De hut van oom Tom was een gebouwtje van boomstammen en planken dichtbij het huis, gelijk de neger de woning van zijn meester noemt. Voor deze hut lag een tuintje, waar elke zomer aardbeziën, frambozen en allerlei vruchten en groenten, zorgvuldig gekweekt, welig groeiden. De gehele voorgevel was met een grote rode begonia en een wilde rozenstruik begroeid, die zich zodanig door elkander strengelden, dat er bijna niets van de ruwe houtsblokken te zien was. Hier vonden in de zomer ook verschillende eenjarige bloemplanten een hoekje, om hare pracht te laten schitteren, en waren de blijdschap en trots van tante Chloe's hart. Laten wij de woning binnentreden. In het huis is het avondmaal reeds voorbij, en tante Chloe, die als eerste keukenmeid het oppertoezicht over de bereiding daarvan heeft gehad, heeft aan de mindere keukenbedienden het wassen en wegruimen van borden en schotels overgelaten, en is naar haar eigene, lieve woning gekomen, om wat voor haar oude man klaar te maken. Dus is zij het zonder twijfel die gij daar bij het vuur ziet, terwijl zij met oplettende belangstelling het oog houdt op zekere sissende dingen in een braadpan en somtijds met ernstige bedachtzaamheid
het deksel van een ketel oplicht, waaruit een geurige damp opstijgt, die ontwijfelbaar iets bijzonder lekkers aankondigt. Zij heeft een rond zwart gezicht, zo glanzig, dat het iemand op de gedachte brengt of het ook met eiwit mocht bestreken zijn, gelijk haar eigen theebanket. Geheel dat ronde gezicht straalt van genoegen en tevredenheid onder haar welgestevene geruite tulband, maar vertoont ook, dit moeten wij bekennen, een zweempje van die bewustheid van eigenwaarde, welke de beste keukenmeid van de gehele omtrek voegt, waarvoor tante Chloe algemeen erkend wordt. Zij was zeker een keukenmeid tot in het diepst van haar ziel. Geen kuiken, kalkoen of eend was er op het pleintje bij de schuur, of hij keek ernstig en begon aan zijn einde te denken als hij haar zag naderen. En zeker speelden hare zinnen ook altijd zozeer op plukken, vullen en braden, dat haar gezicht een nadenkende vogel moest beangstigen. Hare koeken en koekjes van allerlei soort waren een verheven mysterie voor alle minder ervarene baksters, en zij lachte dat zij schudde, met een mengeling van spotterij en hoogmoed, als zij vertelde van de vruchteloze pogingen die deze en gene hare mededingsters hadden gedaan om hare hoogte te bereiken. De komst van gasten in huis en het beschikken van een diner of souper in statie deed al haar ijver en geestkracht ontwaken, en geen gezicht was er aangenamer dan een hoop reiskoffers onder de veranda opgestapeld, want dit deed haar nieuwe drukte en nieuwe zegepralen tegemoet zien. Juist op het ogenblik echter kijkt tante Chloe in de braadpan, en aan die strelende bezigheid zullen we haar laten, tot wij onze schilderij van haar woning hebben voltooid. In een hoek stond een bed, netjes met een sneeuwwitte sprei bedekt, en daarnaast lag een stuk tapijt van aanmerkelijke grootte. Op dit tapijt grondde tante Chloe haar aanspraken op een fatsoenlijke manier van leven, daar het ontegenzeggelijk iets voornaams was. En dit tapijt en het bed waarbij het lag, ja, eigenlijk die gehele hoek, werden in zekere ere gehouden en zoveel mogelijk beveiligd voor strooptochten en aanvallen van het kleine goed. Die hoek was zoveel als statiekamer van het huis. In de andere hoek stond een bed dat er minder deftig uitzag en blijkbaar tot gebruik bestemd was. De muur tegenover de schoorsteen was met enige zeer schitterende Bijbelse prenten versierd, en ook met een portret van generaal Washington, getekend en gekleurd op een manier waarover die heer zich zeker zelf zou verbaasd hebben, als hij het ooit had kunnen zien. Op een ruwe bank in deze hoek zaten enige jongens met wollige kroeskoppen, glinsterende zwarte ogen en ronde blinkende wangen, bezig met het opzicht over de eerste loopmanoeuvres van het kleinste kind, die, gelijk doorgaans daarmee het geval is, bestonden in zich even op te richten, een ogenblik op zijn voeten te balanceren en dan weder om te tuimelen, terwijl elke mislukking als een buitengemeen kunststuk werd toegejuicht. Een tafel, enigszins wankelend op hare poten, was voor het vuur geschoven en met een tafellaken bedekt, waarop kopjes en schoteltjes met schitterende kleuren en andere voortekenen van een naderende maaltijd stonden. Aan deze tafel was oom Tom gezeten, Mr. Shelby's meest vertrouwde dienaar, wie wij, daar hij de held van ons verhaal zal zijn, met de getrouwheid ener daguerreotype
voor onze lezers moeten aftekenen. Hij was een rijzig en fors gebouwd man met een brede borst en een glanzig zwart gezicht, welks echt Afrikaanse trekken gekenmerkt werden door een uitdrukking van ernst en degelijk gezond verstand. Met veel goedhartigheid en zachtaardigheid verenigd. Geheel zijn voorkomen had iets deftigs, alsof het hem niet aan gevoel van eigenwaarde ontbrak. Maar deze deftigheid ging met een vertrouwelijke en nederige eenvoudigheid gepaard. Hij had op dat ogenblik al zijn aandacht gevestigd op een lei die voor hem lag, waarop hij zorgvuldig en langzaam enige letters poogde na te trekken, in welke bezigheid hij geholpen werd door jongeheer George, een vlugge, schandere knaap van 13 jaren, die de waardigheid zijner betrekking van onderwijzer ten volle scheen te gevoelen. Niet zo, oom Tom, niet naar die kant, zeide hij driftig, toen oom Tom met stijve vingers de staart van een G naar de verkeerde kant omhaalde. Dat wordt een Q, ziet ge wel? O, zo wordt het, zeide oom Tom, met eerbiedige bewondering toekijkende, terwijl zijn jonge meester tot zijn onderrichting vlug ene ontelbare rij van G's en Q's krabbelde. Daarop nam hij het grifje weder tussen zijn grote grove vingers en hervatte met geduld zijn taak. Hoe gemakkelijk doen blanke mensen altijd iets, zei tante Chloe, even ophoudende, terwijl zij een rooster met een stukje spek aan ene vork insmeerde en haar jonge meester met zekere trotsheid aanziende. Zoals hij schrijven kan, en lezen ook, en dan 's avonds hier te komen en ons zijn lessen te leren. Het is waarlijk om er plezier in te hebben. Maar, tante Chloe, ik krijg een geweldige honger, zei George. Is de koek in de ketel niet haast klaar? Haast, jongeheer George, antwoordde tante Chloe, het deksel oplichtende en eens kijkende. Hij bruint al mooi, heerlijk bruin. Vertrouw dat maar aan mij. Mevrouw liet Sally laatst eens proberen om een koek te maken, om haar te laten leren, zeide zij. Och, loop heen, mevrouw, zei ik. Het gaat mij waarlijk aan het hart, om dat goede eten zo te zien bederven. De koek is alles aan één kant gerezen, geen fatsoen aan, niet meer dan mijn schoen. Loop heen. Met deze laatste uitdrukking van minachting voor Sally's onbedrevenheid nam Chloe het deksel van de ketel en ontblootte zo een heerlijk gebakken koek, waarvoor geen stadspasteibakker zich had behoeven te schamen. Daar deze koek blijkbaar de hoofdzaak van het onthaal moest wezen, begon tante Chloe nu met drukte de tafel gereed te maken. Hier gij, Mozes en Peter, uit de weg, gij negers. Weg, Polly, liefje, maatje zal haar kleintje zo meteen wat geven. Nu, jongeheer George, neem nu die boeken maar weg en ga bij mijn oude man zitten. Dan zal ik de saucijzen opdoen. En zult ge in minder dan een ogenblik het eerste baksel geroosterde koekjes op uw bord hebben. Zij wilde hebben dat ik in huis zou eten, zei George, maar ik wist mijn weetje te wel om dat te doen, tante Chloe. Ja, dat deed ge zeker, zeide zij, hem enige snikhete koekjes op zijn bord schuivende. Gij weet wel dat uw oude tante het beste voor u bewaart. Dat weet gij wel. Loop heen. Daarmee gaf zij George schertsende een duwtje met haar vinger en keerde zich toen met vernieuwde ijver weder naar de rooster. Nu aan de ketelkoek, zei George, toen de geroosterde koekjes nagenoeg op waren, en meteen zwaaide hij een groot mes over het bedoelde gebak. Halt, jongeheer George, zei tante Chloe zeer ernstig,
en hield tegelijk zijn arm vast. Woudt ge hem met dat grote, zware mes gaan snijden? Gij zoudt hem geheel in elkaar drukken en al het mooi van het reizen bederven. Hier heb ik een oud, dun mes, dat ik er met opzet scherp voor houd. Daar, ziet ge, dat gaat er door, zo licht als een veertje. Eet nu maar, ge zult niet licht iets krijgen dat lekkerder is. Tom Lincoln zegt, zeide George, met een volle mond sprekende, dat hunne Jenny beter keukenmeid is dan gij. Die Lincolns hebben niet veel te beduiden, zei tante Chloe verachtelijk. Ik meen, naast ons huis. De lieden zijn fatsoenlijk genoeg, op een soort van eenvoudige manier, maar om iets met statie op te maken, daar hebben zij geen begrip van. Zet jongeheer Lincoln nu eens naast jongeheer Shelby. Och, och, en mevrouw Lincoln, kan zij zo de kamer inkomen als mijne mevrouw, met zulk een soort van statie? Weet ge, och, loop heen, praat me niet van de Lincolns. Wel, ik heb u toch horen zeggen, hervatte George, dat Jenny een goede keukenmeid was. Dat heb ik ook gezegd, en dat mag ik zeggen, een goede. Eenvoudige pot kan hier niet koken. En haar korenkoekjes zijn wel niet extra, maar ze schikken. Ze schikken. Maar och, kom eens hoger. En wat kan zij dan? Zij kan taarten maken. Zeker, dat doet zij. Maar wat voor soort van korst? Kan ze het echte, brosse deeg maken, dat zo luchtig is als schuim en in de mond wegsmelt? Ik ben daar eens naartoe geweest, toen Miss Mary zou gaan trouwen, en Jenny liet me de bruiloftstaarten zien. Jenny en ik zijn goede vriendinnen, weet ge? Ik zei niets, maar loop heen, jongeheer George. Wel, ik zou er geen week van kunnen slapen, als ik zulk een baksel taarten gemaakt had. Nee, ze konden er volstrekt niet door. En Jenny zal al gedacht hebben dat ze heel lekker waren, zeide George. Of ze dat dacht? Ze was immers zo onnozel om ze nog te laten zien. Gij ziet, daar ligt het aan. Jenny weet het niet. Och, de familie beduidt niets. Men kan niet verwachten dat zij het weet. Het is haar schuld niet. O, jonge heer George, gij kent nog niet half het voorrecht van uw familie en uw opvoeding. En tante Chloe slaakte een zucht en liet van aandoening het wit harer ogen zien. O, zeker, tante Chloe, ik begrijp al mijn taart- en koekvoorrechten, zeide George. Vraag Tom Lincoln maar of ik er hem niet mee plaag, zo dikwijls ik hem zie. Tante Chloe liet zich op haar stoel zakken en lachte over deze geestigheid van haar jonge meester, tot haar de tranen over de zwarte blinkende wangen rolden. Nu en dan hield zij even op om George schertsend een klap of stoot te geven en hem te commanderen om weg te lopen en te zeggen dat hij zeker nog eens haar dood zou zijn. Tussen welke akelige voorspellingen zij telkens weder in een nieuwe vlaag van lachen uitbarstte. Elk harder en langer dan de vorige, totdat George werkelijk begon te denken dat hij een gevaarlijk geestige jongen was en moest oppassen om niet zo grappig te zijn als hij wel kon. Ei zo, hebt gij er Tom over gesproken? Och, wat doen die jongens niet al? Wel heb ik ooit. Een paardenvlieg zou erom moeten lachen. Ja, zei George. Ik zei Tom, gij moest tante Chloe's taarten eens zien. Dat is rechte taart. Jammer dat Tom het niet kon, zeide tante Chloe, op wier menslievend hart de ongelukkige onkunde van Tom een diepe indruk scheen te maken. Gij moet hem hier eens te eten vragen, jongeheer George, vervolgde zij. Dat zou lief van u zijn.
Gij weet wel, jongeheer George, gij moogt u boven niemand verheffen op uw voorrechten, omdat al onze voorrechten ons gegeven zijn. Dat moeten wij altijd onthouden, zeide tante Chloe, met een zeer ernstig gezicht. Wel, ik zal Tom aanstaande week eens hier vragen, zeide George. En doe dan uw best, tante Chloe, dan zullen wij hem eens laten opkijken. Hé, zullen we hem niet zo laten eten, dat hij het in geen 14 dagen te boven komt? Ja, ja zeker, zeide tante Chloe opgetogen. Gij zult het zien. O, als ik nog aan sommige van onze diners denk. Heugt u nog die grote keukenpastei die ik maakte, toen wij generaal Knox te eten hadden? Ik en mevrouw kregen toen haast ruzie over de korst. Wat de dames somtijds in het hoofd krijgen, weet ik niet. Maar juist als iemand het machtig druk en veel te verantwoorden heeft, nemen zij de tijd waar om in de weg te lopen en overal tussen te willen komen. Nu wilde mevrouw mij dit zo laten doen en dat zo. En eindelijk werd ik vrijpostig en zeide, nu mevrouw, zie eens naar die mooie witte handen van u, met lange vingers en overal schitterende van ringen, gelijk mijn witte lelien als de dauw erop ligt. En zie dan naar mijn grote, zwarte, stomperige handen. Denkt ge nu niet dat de Heer mij moet bedoeld hebben om taartkorst te maken en u om in de voorkamer te blijven? Ja, zo vrijpostig was ik, jongeheer George. En wat zei moeder toen? Vroeg George. Wat zij zeide? Wel, zij lachte met hare ogen, die mooie grote ogen die zij heeft, en toen zeide ze, wel, tante Chloe, ik denk dat gij enigszins gelijk hebt. Dat zei ze en ging naar de voorkamer. Ze had me een gat in het hoofd moeten slaan, omdat ik zo onbeschaamd was. Maar zo is het. Met dames in de keuken kan ik niets uitrichten. Nu, gij hebt het toch goed gemaakt met dat diner. Ik weet nog wel dat iedereen dat zeide. Heb ik niet? En was ik niet achter de deur van de eetzaal diezelfde dag en zag ik de generaal niet 3 maal zijn bord geven om nog meer van dezelfde taart? En zeide hij niet, gij moet een ongemene keukenmeid hebben, mevrouw Shelby? O, ik dacht dat ik barsten zou. En de generaal weet wat koken is, vervolgde tante Chloe, zich trots oprichtende. Heel fatsoenlijke man, die generaal. Hij komt van een der eerste familien in Oud-Virginië. Hij heeft er verstand van, zo goed als ik, die generaal. Weet ge, elke taart heeft haar eis, jongeheer George. Maar het is niet iedereen die weet wat er de eis van is. Maar de generaal weet het. Dat hoorde ik aan wat hij ervan zeide. Ja, hij weet er de eis van. Thans was de jongeheer George zo ver gekomen als zelfs een jongen in buitengewone gevallen komen kan. Zo ver namelijk dat hij inderdaad geen brok meer kon eten en had dus de tijd om op de hoop wollige kroeskoppen en glinsterende ogen te letten die in de andere hoek zijn bedrijf hongerig gadesloegen. Hier, gij Mozes en Peter, zeide hij, milde stukken voor hen afbrekende. Gij lust ook wel wat, niet waar? Kom, tante Chloe, bak nog wat koekjes voor hen. George en Tom kozen nu een gemakkelijk plaatsje in het hoekje van de haard, terwijl tante Chloe, na een goede stapel koekjes te hebben gebakken, haar kleintje op haar schoot nam en aan het werk ging om beurtelings haar eigen mond en die van het wichtje te vullen en aan hare 2 jongens uit te delen, die hun portie liefst schenen op te eten, terwijl ze onder de tafel over de grond rolden en elkaar kriebelden of het schootkindje bij de benen trokken.
O, loop heen, zal je, zeide de moeder, nu en dan in de blinde een schop onder de tafel gevende, als de beweging al te erg werd. Kunt ge u niet ordentelijk houden, als er blanke mensen bij ons komen? Houd op daarmee, zal je? Pas op, ik zal je een knoopsgat lager maken, als de jonge heer George weg is. Wat dit verschrikkelijke dreigement eigenlijk betekende, is moeilijk te raden, maar de geduchte onduidelijkheid ervan scheen toch zeer weinig indruk op de aangesproken kleine zondaars te maken. Och, zeide oom Tom, zij zijn zo vol pret, dat zij zich niet goed kunnen houden. Nu kwamen de jongens onder de tafel vandaan en begonnen met welbestroopte gezichten het kleine zusje te zoenen. Loopt heen, zeide de moeder, hunne kroeskoppen wegduwende. Ge zult allen aan elkaar blijven plakken en nooit weer van elkaar loskomen. Loop naar de bron en gaat uw gezicht wassen. Ze bekrachtigde haar vermaning met een klap, die geducht klonk, maar toch de jongens slechts des te harder schenen te doen lachen, terwijl zij over elkander de deur uittuimelden om hun pret buiten uit te gieren. Hebt gij ooit zulke lastige jongens gezien, zeide tante Chloe, maar met zeker welbehagen naar het scheen, nam vervolgens een oude handdoek voor zulke dringende gevallen bewaard, schonk het water uit de gebarste trekpot daarop en begon de stroop van de kleine gezichtjes af te wrijven. Nadat zij het kind gepoetst had tot het blonk, zette zij het Tom op zijn knie, terwijl zij de tafel ging opruimen. Het wichtje gebruikte die tijd om Tom bij zijn neus te trekken, in zijn gezicht te krabben en de dikke handjes in zijn wollig haar te verwarren, waarin het vooral vermaak scheen te hebben. Is het niet een nest van een meid, zeide Tom, haar op armslengte van zich afhoudende, om haar eens geheel te overzien. En toen opstaande, zette hij de kleine op zijn brede schouder en begon met haar te springen en te dansen, terwijl George met zijn zakdoek naar haar sloeg, en Mozes en Peter, die teruggekomen waren, haar als beren aanbromden. Tot tante Chloe verklaarde dat haar hoofd spleet van het leven. Daar echter, volgens haar eigen zeggen, hetzelfde ongeluk dagelijks plaats had, deed deze verklaring de vrolijkheid niet verminderen, totdat iedereen zichzelf tot bedaren had gedanst, gesprongen en geschreeuwd. Wel, nu hoop ik dat gij gedaan hebt, zeide tante Chloe, die in een soort van pakkist, welke zij onder het bed weghaalde, nog een bed had opgemaakt. Komt aan, Mozes en Peter, maak dat gij erin komt, want er is een meeting vanavond. O, moeder, dat willen wij niet. Wij wilden liever opblijven. De meeting is zo aardig. Och, tante Chloe, schuif het weer weg en laat hen maar opblijven, zei George, de kist alreeds een duw gevende. Tante Chloe, aldus een schijn van ordelievendheid bewaard hebbende, scheen blijde dat zij het ding weder weg kon schuiven en zeide, terwijl ze dit zei, wel, misschien zal het hun nog wel goed doen. Men trad nu in ernstig overleg om aanstalten voor de bijeenkomst te maken. Hoe wij het nu met stoelen zullen maken, verklaar ik niet te weten, zeide tante Chloe. Daar echter de bijeenkomst sedert onheugelijke tijd wekelijks bij oom Tom gehouden was, zonder dat men meer stoelen had gehad, scheen men te mogen hopen dat de zaak zich nu ook wel zou schikken. Oude oom Peter heeft verleden week twee poten van die oude stoel afgewrongen, merkte Mozes aan. Loop heen. Ik geloof zeker dat gij ze er afgebroken hebt, zeide zijn moeder. O, hij kan nog wel staan, als hij maar vlak tegen de muur wordt gezet. Dan moet oom Peter er niet op gaan zitten, omdat hij altijd hobbelt als hij aan het zingen komt,
zeide Peter. Laatst hobbelde hij bijna de gehele kamer door. Toe, laat mij er dan op zitten, viel Mozes erop in. Hé, dan begint hij. Komt heiligen en zondaars, en dan tuimelt hij omver. Mozes bootste de neusklank des ouden mans zeer getrouw na en liet zich op de grond vallen, om een voorbeeld van de verwachte grap te geven. Kom, wees ordentelijk, zei tante Chloe. Schaamt gij u niet? De jonge heer George lachte echter met de kleine zwarte deugniet mede en verklaarde volmondig dat Mozes een platje was, zodat de moederlijke vermaning weinig baatte. Wel, oude man, zei de tante Chloe, dan moeten wij de vaatjes maar weer nemen. Er werden twee ledige vaten binnengerold. En nadat deze met stenen waren vastgezet, legde men er planken dwars overheen. Met deze toestel, benevens het omkeren van enige tobben en emmers en het plaatsen der wrakke stoelen, waren de toebereidselen voltooid. De jonge heer George is zulk een heerlijk lezer, zeide tante Chloe nu. Zeker zal hij wel willen blijven om voor ons te lezen. Dat zou zoveel stichtelijker zijn. George gaf bereidwillig zijn toestemming, want een jongen is altijd gereed voor iets dat hem tot een persoon van gewicht maakt. Weldra werd het vertrek gevuld met een zeer gemengde vergadering van de grijze patriarch van 80 jaren tot het jonge meisje en de knaap van 15. Men had een onschuldig praatje over allerlei onderwerpen, zoals waar oude tante Sally haar nieuwe rode hoofddoek had gekregen en aan wie mevrouw Lizzie haar mousseline japon zou geven, als zij haar nieuwe zijde had laten maken, en hoe de jonge heer Shelby een bruin veulen zou kopen, dat de statie van het huishouden zou vergroten. Enige aanwezigen behoorden tot familieën in de nabijheid en brachten enige belangrijke berichten mede aangaande het zeggen en doen in huis en op het goed, die even vaardig rondgingen als dezelfde soort van kleine munt in hogere kringen doet. Na een poosje begon het zingen, tot blijkbaar genoegen van alle aanwezigen. Zelfs de lelijke gewoonte om door de neus te zingen kon de indruk der inderdaad fraaie stemmen en de tegelijk wilde en levendige melodieën niet bederven. De woorden waren somtijds de gewone welbekende liederen, die in de kerken in het rond gezongen werden, maar hadden ook somtijds een meer dwepende toon en waren bij veldpredikatiën gehoord en aangeleerd. Het koor van een der liederen luidde als volgt en werd met bijzondere kracht en stichting gezongen. Sterven op het slagveld, sterven op het slagveld, heerlijkheid in mijn ziel. In een ander geliefkooslied werden dikwijls de woorden herhaald. Ik ga nu naar de heerlijkheid, gaat mij met mij mee. Ziet gij de engelen niet wenken naar de heilige stee? Ziet gij niet de gouden muren waar de dag zal duren? Er waren nog andere waarin gedurig melding werd gemaakt van de oever des Jordaans, de velden Kanaans en het nieuwe Jeruzalem. Want het hartstochtelijke gemoed des negers schept vooral behagen in levendige, schilderachtige voorstellingen en uitdrukkingen. En terwijl zij zongen, begonnen sommigen te lachen, anderen te schreien, en sommigen klapten in de handen, of drukten elkander met verrukking de hand, als hadden zij de overzijde der rivier reeds bereikt. Verschillende vermaningen en verhalen van bevindingen volgden daarop, telkens weder met zingen afgewisseld.
een oude vrouw, die al lang niet meer werken kon, maar als een soort van kroniek van het verledene werd geëerd, stond op, en op haar stok leunende zei zij, wel, kinderen, wel. Ik ben machtig blijde u alle nog eens te zien en te horen, omdat ik niet weet wanneer ik naar de heerlijkheid zal gegaan zijn. Maar ik heb mij geheel klaargemaakt, kinderen. Het is alsof ik mijn pakje al gemaakt had en mijn hoed op, zo wachtende tot de postwagen langskomt en mij medeneemt naar huis. Somtijds in de nacht denk ik dat ik de wielen al hoor ratelen, en al die tijd zie ik uit. Wees ook maar gereed, want ik zeg u allen, kinderen, en daarbij stampte zij met haar stok op de vloer, dat die heerlijkheid een machtig ding is. Het is een machtig ding, kinderen, gij weet er nog niets van, het is wonderbaar. En de oude vrouw zette zich weder neder, overstelpt van aandoening en met een stroom van tranen, terwijl de gehele kring aanhief. O Kanaan, schoon Kanaan, ik ga naar het land van Kanaan. De jonge heer George las daarna op verzoek de laatste hoofdstukken der Openbaring, dikwijls gestoord door zulke uitroepingen als, dat zijn de beloften nu. Hoor dat nu eens, denk daar eens aan, zal dat alles zeker komen? George, die een schandere jongen was, en door zijn moeder wel in godsdienstige zaken onderwezen werd, voegde er, nu hij zich een voorwerp van algemene bewondering zag, van tijd tot tijd enige aanmerkingen tussen, met een loffelijke ernst en eene deftigheid, waarvoor hij door de jongen bewonderd en door de ouden gezegend werd. Algemeen zeide men, dat een dominee niet beter kon uitleggen dan hij deed, en dat het waarlijk verbazend was. Oom Tom werd in de omtrek voor een soort patriarch gehouden, daar hij zeer geregeld leefde en zijn geest zowel krachtiger als meer beschaafd was dan die zijner makkers. Zag men met eerbied als een leraar en voorganger tot hem op, en het eenvoudige, hartelijke en oprechte zijner vermaningen had zelfs mensen van betere opvoeding kunnen stichten. Maar het was vooral in het bidden dat hij uitmuntte. Niets kon de treffende eenvoudigheid en de kinderlijke ernst overtreffen van zijn gebed. In de taal der Heilige Schrift gekleed, welke hem zo eigen was geworden, dat zij hem van de lippen scheen te vloeien, zonder dat hij zelf het wist. Zo sterk werkte zijn gebed altijd op het godsdienstige gevoel zijner hoorders, dat er dikwijls gevaar scheen te bestaan, dat het geheel onhoorbaar zou worden door de overvloed van uitroepingen, die overal om hem heen uitbarsten. Terwijl dit toneel in de hut van de dienaar plaats had, had men in de woning van zijn meester van een geheel ander getuige kunnen zijn. De handelaar en Mr. Shelby zaten bij elkander in de bovenvermelde eetzaal, aan een tafel met papieren en schrijfgereedschap. Alles in orde, zei de handelaar, nu nog maar deze tekenen. Shelby haalde haastig de koopbrieven naar zich toe en tekende ze, als een man die spoedig een onaangename zaak wil afdoen. Haley haalde uit een versleten valies een perkament, dat hij, na het even te hebben ingezien, aan Shelby overgaf, die het met een gretigheid, welke hij vruchteloos poogde te ontveinzen, aannam. En nu is de zaak gedaan, zei de handelaar opstaande. Ja, gedaan, zeide Shelby binnensmonds. En na diep adem te hebben gehaald, zeide hij nog eens, het is gedaan. Gij schijnt er niet zeer mee in uw schik te zijn, naar het mij voorkomt, zei de handelaar. Haley, antwoordde Shelby, gij zult hoop ik onthouden
dat gij op uw eer het belooft dat gij Tom niet zult verkopen, zonder te weten in welke soort van handen hij komt. Wel, dat hebt ge daar juist gedaan, meneer, zei de handelaar. Omstandigheden, zoals gij weet, hebben mij gedwongen, antwoordde Shelby trots. Wel, gij weet, zij kunnen mij ook dwingen, zei de handelaar. Evenwel, ik zal mijn best doen, zoveel ik kan, om Tom een goede plaats te bezorgen. En dat ik hem slecht zou behandelen, daarvoor behoeft ge niet bang te zijn. Als er iets is waarvoor ik onze lieve Heer dank, is het dat ik nooit wreed ben. Na de uitweiding over zijn menslievendheid, welke de handelaar vroeger had gedaan, gevoelde Shelby zich door deze verklaring niet zeer gerustgesteld. Maar daar zij de beste troost was, die het geval veroorloofde, liet hij Haley stilzwijgend vertrekken en bleef in eenzaamheid zijn sigaar roken. Einde van het vierde hoofdstuk. Vijfde hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Vijfde hoofdstuk. Wat levende koopwaar gevoeld bij verwisseling van eigenaar. Shelby en zijn vrouw hadden zich naar hun slaapvertrek begeven. Hij zat nog in een grote leuningstoel enige brieven door te zien, welke de namiddagpost had medegebracht. Terwijl zij voor haar spiegel stond en de kunstige vlecht losmaakte, waarin Eliza haar haar had gestrengeld. Want op de bleke wangen en de holle ogen hare kamenier lettende, had zij deze van die taak ontslagen en naar bed gezonden. Haar bezigheid bracht haar natuurlijk genoeg, haar gesprek met Eliza in de gedachten. En zich naar hare echtgenoot kerende, zeide ze losweg, apropos, wie was toch die ongemanierde kerel die gij vandaag bij ons aan tafel hebt gebracht? Hij heet Haley, antwoordde Shelby, zich onrustig op zijn stoel verschuivende en de ogen strak op een brief gevestigd houdende. Haley, wie is dat? En wat kan hij hier te doen hebben? Och, hij is iemand met wie ik enige zaken heb gedaan, toen ik laatst naar Natchez was. En dat maakte hem zo vrijpostig, om hier te komen eten en te doen alsof hij thuis was. Wel, ik had hem gevraagd. Ik had een rekening met hem te sluiten, zeide Shelby. Is hij een slavenhandelaar? Zeide mevrouw Shelby, nu op zekere verlegenheid in het voorkomen van haar man lettende. Maar lieve, wat heeft dat in uw hoofd gebracht? Antwoordde Shelby opziende. Niets, behalve dat Eliza na het diner zeer ontsteld en schreiende hier kwam en zeide dat gij met een handelaar aan het spreken waart en dat zij hem een bod had horen doen naar haar kind, dat onnozele gansje. Zo, zeide zij dat, zeide Shelby, de brief weder opnemende, waarop hij een poos al zijn aandacht scheen te vestigen, niet bemerkende dat hij die het onderste boven hield. Het moet nu maar uitkomen, zeide hij bij zichzelf, nu zo goed als ooit. Ik zeide Eliza, hervatte mevrouw Shelby, dat zij een zottinnetje was en dat gij nooit iets met zulke mensen te doen had. Ik wist natuurlijk wel dat gij nooit een van onze lieden
zoudt willen verkopen. Vooral niet aan zulk een kerel. Ja, Emily, dat heb ik altijd gedacht en gezegd, antwoordde haar echtgenoot. Maar de waarheid is, dat mijn zaken zo gesteld zijn, dat ik het niet laten kan. Ik zal enige van mijn lieden moeten verkopen. Aan dat schepsel? Onmogelijk. Dat kunt gij niet ernstig menen. Het spijt me het te moeten zeggen. Ik heb toegestemd om Tom te verkopen. Wat? Onze Tom? Die goede, trouwe man, die van kind af uw trouwe dienaar is geweest? O, Shelby, en gij hebt hem nog zijn vrijheid beloofd. Gij en ik hebben hem er 100 malen van gesproken. Wel, nu kan ik alles geloven. Nu kan ik zelfs geloven dat gij de kleine Harry zoudt verkopen. Arme Eliza's enig kind, zeide mevrouw Shelby, op een toon tussen smart en verontwaardiging. Wel nu, daar gij alles weten moet, het is zo. Ik heb toegestemd om Tom en Harry beiden te verkopen. En ik weet niet waarom ik aangezien moet worden alsof ik een monster was, omdat ik doe wat iedereen alle dagen doet. Maar waarom die te kiezen uit al de anderen, zei mevrouw Shelby. Waarom die te verkopen van allen op het goed, als gij dan verkopen moet? Omdat zij van allen de hoogste prijs zullen opbrengen. Dat is het waarom. Ik zou nog wel anders kunnen kiezen, als gij wilt. De kerel heeft mij een hoog bod voor Eliza gedaan, als dat u beter zou bevallen. Die ellendeling, riep mevrouw Shelby met heftigheid uit. Wel nu, daar luisterde ik geen ogenblik naar. Om uw gevoel te sparen, wilde ik niet. Dank mij tenminste daarvoor. Vergeef mij, lieve, zei mevrouw Shelby, zich bedenkende. Ik ben haastig geweest. Ik werd verrast en was geheel niet hierop voorbereid. Maar gij wilt mij toch wel voor die arme schepsels laten spreken. Tom is edelachtig en trouw, even ontwijfelbaar als hij zwart is. Ik geloof waarlijk dat hij zijn leven voor u laten zou, als het van hem gevergd werd. Dat weet ik, dat zeg ik ook. Maar wat baat dat alles? Ik kan mij anders niet helpen. Waarom offert gij niet iets anders op? Ik ben gewillig om mijn deel van ontbering te dragen. O, Shelby, ik heb getracht, zo getrouw getracht als een christelijke vrouw behoort te doen, om mijn plicht aan die arme, eenvoudige, afhankelijke schepsels te vervullen. Ik heb mij hunner aangetrokken, hen onderwezen, over hen gewaakt en jarenlang al hun kleine zorgen en genoegens gekend. En hoe kan ik ooit mijn hoofd weder onder hen ophouden? Als wij, om een nietige winst, zulk een trouw en vertrouwelijk dienaar als die goede Tom verkopen en hem in een ogenblik losrukken van alles wat wij hem hebben leren liefhebben en waarderen. Ik heb hem de plichten tussen de leden in eener familie, tussen ouders en kinderen, tussen man en vrouw, leren kennen. En hoe kan ik het nu aanzien, zo openlijk te tonen, dat wij ons om geen band, geen plicht, geen betrekking bekommeren, als het om geld te doen is? Ik heb met Eliza over haar kind gesproken, over haar plicht jegens hem als een christelijke moeder, om over hem te waken, voor hem te bidden en hem christelijk op te voeden. En wat kan ik nu zeggen als gij hem wegrukt en hem verkoopt met lichaam en ziel aan een slecht, goddeloos man, alleen om wat geld te besparen? Ik heb haar gezegd dat ene ziel meer waard is dan al het geld op de wereld. En hoe
zal zij mij geloven, als zij ons ziet omkeren en haar kind verkopen. Verkopen misschien tot zeker verderf voor lichaam en ziel. Het spijt me dat gij het zo voelt, Emily. Waarlijk, het spijt me, zei Shelby hierop. En ik eerbiedig uw gevoel ook, hoewel ik niet zeggen kan dat ik er ten volle in deel. Maar ik zeg u nu plechtig, het baat niet. Ik kan mij anders niet helpen. Ik had u dit niet willen zeggen, Emily, maar met ronde woorden, ik heb geen andere keus dan dus deze twee te verkopen en alles te verkopen. Zij moeten gaan of alles moet. Haley is in het bezit van een hypotheek gekomen die, als ik ze niet terstond afdoe, alles zal wegnemen. Ik heb samen geschraapt en geleend, bijna gebedeld, en de prijs van deze twee was nog nodig voor het tekort. Ik moest hen afstaan. Haley had zin in het kind, hij wilde de zaak zo schikken en anders niet. Ik was in zijn macht, ik moest het doen. Als het u zo verdriet dat zij verkocht worden, zou het dan beter zijn allen te verkopen. Mevrouw Shelby stond een poos als versteend, eindelijk zich omkerende naar haar toilettafel. Verborg zij haar gezicht in hare handen en slaakte een kermende zucht. Dat is Gods vloek op de slavernij, een bitter, diep vervloekt ding. Een vloek voor de meester en een vloek voor de slaaf. Het was dwaas van mij te denken dat ik iets goeds kon maken uit zulk een dodelijk kwaad. Het is een zonde een slaaf te hebben onder wetten gelijk de onze. Ik heb altijd gevoeld dat het zo was. Ik voelde het reeds als een kind, en nog meer toen ik in de kerk was gekomen. Maar ik dacht dat ik het zou kunnen verbloemen en vergulden. Ik dacht dat ik door goedheid, zorg en onderwijs de toestand van mijn slaven en slavinnen beter zou kunnen maken dan de vrijheid. O, hoe dwaas! Maar vrouw, gij wordt geheel een abolitionist. Abolitionist? Als zij alles van de slavernij wisten wat ik weet, dan zouden zij kunnen spreken. Zij behoeven er ons niets van te zeggen. Gij weet wel dat ik nooit de slavernij voor rechtvaardig en goed heb gehouden, nooit genegen was om slaven in eigendom te hebben. Daarin verschilt gij dan van vele wijze en godvruchtige lieden, zeide Shelby. Gij herinnert u de preek van meneer B. nog wel, verleden zondag. Ik wil zulke preken niet horen. Ik hoop die meneer B. nooit weder in onze kerk te horen. Predikers kunnen misschien het kwaad niet stuiten, kunnen het evenmin genezen als wij, maar het verdedigen? Dat streed altijd tegen mijn gezond verstand. En ik denk dat gij ook niet veel waarde aan die preek hebt gehecht. Wel, ik moet zeggen, antwoordde Shelby, dat die dominees de zaak somtijds verder drijven dan wij arme zondaren eigenlijk zouden durven doen. Wij mannen van de wereld moeten voor sommige dingen de ogen dichtknijpen en gewennen ons aan veel wat eigenlijk niet naar behoren is. Maar het bevalt ons toch niet als vrouwen en dominees zo volmondig spreken en in zaken van zedeleer of bescheidenheid nog verder gaan dan wij. Maar nu, lieve, vertrouw ik dat gij de noodzakelijkheid inziet en begrijpt dat ik het beste gedaan heb wat de omstandigheden veroorloofden. O ja, ja, antwoordde mevrouw Shelby haastig en futselde verstrooid met haar gouden horloge. Ik heb geen juwelen van enige waarde, vervolgde zij peinzend. Maar zou dit horloge niet iets kunnen doen? Het was duur toen het gekocht werd. Als ik tenminste Elisa's kind kon redden, zou ik alles willen opofferen wat ik heb.
Het spijt me zeer, Emily, zeide Shelby, dat gij u dit zo aantrekt. Maar het kan niet baten. Om de waarheid te zeggen, Emily, het is gedaan. De koopbrief is reeds getekend en in Haley's handen. En gij moet dankbaar zijn dat het niet erger is. De man had het in zijn macht om ons geheel te ruïneren. En nu is hij voorgoed heen. Als gij de man zo goed had gekend als ik, zoudt ge denken dat wij er nog gelukkig van zijn afgekomen. Is hij dan zo hardvochtig? Wel, hij is eigenlijk niet barbaars, maar een man zonder gevoel. Een man die om niets dan handel en voordeel denkt. Zo koud en onbarmhartig als de dood en het graf. Hij zou zijn eigen moeder verkopen voor een goede winst. En dat zonder de oude vrouw eigenlijk kwaad te willen doen. En die ellendeling is nu eigenaar van onze goeden, trouwen, Tom en van Eliza's kind. Wel, lieve, ik moet zeggen dat het mijzelf hard valt en ik er niet gaarne aan denk. Haley wil haast maken en morgen bezit van hen nemen. Ik zal vroeg mijn paard laten voorbrengen en uitrijden. Ik kan Tom niet meer zien. Het is niet anders. En gij moest liefst een toertje gaan doen en Eliza medenemen. Laat het gedaan worden, terwijl zij buiten het zicht is. Nee, nee, antwoordde mevrouw Shelby. Ik wil in geenerlei opzicht medeplichtige of helpster bij deze wreedheid zijn. Ik zal de arme Tom, God helpe hem, gaan bezoeken in zijn droefheid. En zullen in alle gevallen zien dat hunne meesteres met hen en voor hen kan gevoelen. En Eliza, daaraan durf ik niet te denken. De Heer vergeve ons. Wat hebben wij gedaan, dat deze vrede noodzakelijkheid ons overkomen moet? Dit gesprek werd door iemand beluisterd, zonder dat de sprekers iets daarvan konden vermoeden. De kamer had een grote kast, die met een andere deur in de gang uitkwam. Toen mevrouw Shelby Eliza wegzond, had deze in haar koortsachtige angst om die kast gedacht, daar verborgen en met haar oor dicht voor een reet in de deur, had zij geen woord van het gesprokene gemist. Toen de stemmen zwegen, stond zij op en sloop stil heen, bleek huiverend, met strakke trekken en dichtgeknepen lippen. Scheen zij een geheel ander wezen te zijn dan de zachtaardige, vreesachtige vrouw die zij tot nu toe geweest was. Zij ging voorzichtig de gang langs, bleef een ogenblik staan voor de deur haar meesteres, hief in een stil gebed hare handen ten hemel op en sloop toen even zacht naar haar eigen kamer. Deze was een stil, net vertrekje op dezelfde verdieping waar haar meesteres sliep. Het had een zonnig venster met een fraai uitzicht, waarvoor zij dikwijls zingende zat te naaien. Er stond een kastje met boeken en enige kleine snuisternijen daartussen gerangschikt. Geschenken op kerstdagen, daar had zij haar eenvoudige klederen in de kast en de latafel. Daar, kortom, was ze thuis. En daar was zij over het geheel gelukkig geweest. Maar daar, op het bed, lag haar sluimerend kind, met de lange krullen, achteloos over de gesloten oogjes, het rode mondje half geopend, de mollige handjes op het dek, en een glimlach als een zonnestraal over het gehele gezichtje. Arme jongen, arm kind, zeide Eliza. Zij hebben u verkocht, maar uw moeder zal u nog redden. Geen traan viel op de peluw. In zulke benauwdheid heeft het hart geen tranen. Het laat alleen bloed droppelen en bloed in stilte ledig. Zij nam een stukje papier en schreef daarop haastig met potlood.
O mevrouw, lieve meesteres, houd mij niet voor ondankbaar. Denk toch niet hard over mij. Ik heb alles gehoord wat gij en de meester vanavond gezegd hebt. Ik ga beproeven of ik mijn kind kan redden. Gij zult mij daarom niet veroordelen. God zegene en belone u voor al uw goedheid. Haastig dit briefje gevouwen en geadresseerd hebbende, ging zij naar de latafel en maakte een pakje klederen voor haar kind, dat zij met een zakdoek stevig om haar middel vastbond. En zo teder is het geheugen eener moeder, dat zij zelfs in de angst van dat uur niet vergat een paar geliefkoosde stukjes speelgoed in te pakken en een bont geschilderd papegaaitje te bewaren om hem te vermaken, als zij hem zou moeten wekken. Het was enigszins moeilijk de kleine slaper wakker te krijgen, maar ten laatste stond hij toch overeind en speelde met zijn vogeltje, terwijl zijn moeder haar hoed opzette en haar doek omsloeg. Waar gaat gij naartoe, moeder? Zeide hij, toen zij met zijn rokje en mutsje naar het bed kwam. Zijne moeder kwam nog nader en zag hem zo ernstig in de ogen, dat de kleine terstond begreep dat het om iets buitengewoons te doen was. Stil, zeide zij, Harry moet niet hard spreken, of zij zullen ons horen. Er zal een boos man komen, om de kleine Harry van zijn moeder af te nemen en ver weg te brengen. Maar moeder wil hem dat niet laten doen. Zij zal haar kindje aankleden en met hem weglopen, zodat de lelijke man hem niet krijgen kan. Met deze woorden had zij haar knaapje zijn eenvoudig kleedje reeds aangetrokken. Ze nam hem op de arm, fluisterde hem nog eens toe dat hij heel stil moest wezen, opende de deur van haar kamer, die op de veranda uitkwam, en sloop zonder enige gedruis te maken naar buiten. Het was een heldere, vriezende nacht met sterrenlicht, en de moeder wikkelde haar doek om het kind, dat zich stom van onbestemde angst om haar hals vastklemde. De oude Bruno, een grote Nieuwfoundlandse hond, die aan het eind van de veranda sliep, stond brommend op toen zij naderde. Zij sprak zacht zijn naam uit, en het dier, dat een oude lieveling en speelmakker van haar was, begon te kwispelstaarten en volgde haar, hoewel hij met zijn eenvoudige hondenkop zeer ernstig scheen te overleggen wat zulk een ongewone nachtwandeling moest beduiden. Enige onbepaalde denkbeelden van het onvoorzichtige of onvoegzame daarvan schenen hem tamelijk te verbijsteren, want dikwijls bleef hij stilstaan en keek, terwijl Eliza voortsloop, twijfelend eerst naar haar en dan naar het huis, totdat hij, alsof hij zich door nadenken had gerustgesteld, haar weder natrippelde. Enige minuten brachten beiden aan de woning van oom Tom, waar Eliza bleef stilstaan en zachtjes tegen het venster tikte. De bijeenkomst bij oom Tom had vooral door het liederen zingen tot zeer laat geduurd, en daarom Tom naderhand nog enige solo's had gezongen, was het gevolg dat hij en zijn vrouw, hoewel het nu tussen 12 en 1 uur was, wel te bed, maar nog niet in slaap waren. Lieve deugd, wat is dat? Zei tante Chloe, overeind komende en haastig het gordijn opschuivende. Al mijn tijd, als het Lizzie niet is. Kleed u aan, oude man, spoedig. En daar is de oude Bruno ook en krabt aan de deur. Wat op de wereld! Ik zal de deur maar gaan opendoen. Toen zij deed wat zij zeide, bescheen het licht der kaars die Tom haastig had aangestoken, het bleke, angstige gelaat en de verwilderde ogen der vluchteling. Heere, zegen ons! Ik schrik als ik u aanzie, Lizzie. Zijt gij ziek, of wat is u overkomen?
Ik loop weg, oom Tom en tante Chloe, en ik neem mijn kind mede. Meester heeft het verkocht. Het verkocht? Herhaalden beiden, van ontzetting, de handen opstekende. Ja, het verkocht, antwoordde Eliza, op vaste toon. Ik sloop vanavond in de kast naast de deur van mevrouw, en toen hoorde ik meester haar vertellen dat hij mijn Harry en u, oom Tom, beide aan een handelaar had verkocht, en dat hij vanmorgen te paard uitreed, en dat die man vandaag bezit van u zou nemen. Tom was onder deze gezegden met opgeheven handen en wijd starende ogen blijven staan. Langzamerhand, toen hij begreep wat zij betekenden, zakte hij op zijn stoel neer en zonk zijn hoofd op zijn knieën. Onze lieve Heer zij ons genadig, zeide tante Chloe. Maar o, het klinkt alsof het niet waar was. Wat heeft hij gedaan dat meester hem verkopen zou? Hij heeft niets gedaan. Daar is het niet om. Meester wilde niet verkopen. En mevrouw zei is altijd goed. Ik hoorde haar voor ons spreken en bidden. Maar hij zeide haar dat het niet baten kon. Dat hij bij die man in schuld was. En dat die man macht over hem had. En dat hij, als hij hem niet geheel afbetaalde, eindelijk de gehele plaats en al de lieden zou moeten verkopen. Ja, ik hoorde hem zeggen dat hij geen andere keus had dan tussen deze twee te verkopen of allen. Zo hard drong hem die man. Meester zeide dat het hem speet, maar mevrouw, o, gij had haar moeten horen, als zij geen christen en geen engel is, dan is er nooit een geweest. Ik ben slecht dat ik haar zo verlaat, maar ik kan toch niet anders. Zij heeft zelf gezegd dat ene ziel meer waard is dan de wereld, en dit kind heeft ene ziel. En als ik hem laat wegbrengen, wie weet wat er dan van worden zal. Het moet goed wezen, maar als het niet goed is, mogen de Heer mij vergeven, want ik kan het niet laten. Wel, oude man, zeide tante Chloe, waarom gaat gij ook niet? Wilt ge wachten tot ge de rivier wordt afgebracht, waar zij de negers vermoorden met zwaar werken en honger lijden? Ik zou altijd veel liever willen sterven dan daarheen gaan. Gij hebt nog tijd, ga met Lizzie mee. Gij hebt een vrijpas om overal heen te gaan. Kom, maak u klaar, en ik zal uw goed bijeenpakken. Tom beurde zijn hoofd op, zag treurig maar bedaard in het rond, en zeide, nee. Nee, ik ga niet. Laat Eliza gaan. Voor haar is het goed. Ik wil de man niet wezen om nee daartegen te zeggen. Het is niet natuurlijk voor haar dat zij blijven zou. Maar gij hoort wat zij zegt. Als ik verkocht moet worden, of alles hier op de plaats, laat ik dan verkocht worden. Ik denk dat ik het dragen kan, zo goed als iemand anders, vervolgde hij. Terwijl iets tussen een zucht en een snik zijn brede borst stuipachtig deed zwoegen. Meester heeft mij altijd gereed gevonden. En dat zal hij altijd. Ik heb nooit vertrouwen geschonden of mijn vrijpas tegen mijn woord gebruikt. En dat zal ik nimmer. Het is beter dat ik alleen ga, dan dat de hele plaats opgebroken en alles verkocht wordt. Meester is niet te laken, Chloe. En hij zal wel voor u zorgen, en voor de armen. Hij zag naar het bed met de slapende kroeskoppen, en nu bezweek hij. Over de rug van zijn stoel leunende, bedekte hij zijn gezicht met zijn grote grove handen. Snikken, zwaar, schor en luid, deden de stoel beven, en grote tranen vielen tussen zijn vingers op de grond. Zulke tranen, meneer, als gij hebt laten vallen op de doodskist.
waarin uw eerstgeboren zoon lag. Zulke tranen, mevrouw, als gij geschreid hebt bij het benauwde krijten van uw stervend kind. Want, meneer, hij was een man. En gij zijt ook een man. En mevrouw, schoon in zijde en met juwelen gekleed, gij zijt maar een vrouw. En in het diepste leed des levens voelt gij maar dezelfde smart. En nu, zeide Eliza bij de deur staande, ik heb mijn man pas vanmiddag gezien en wist toen weinig wat er komen zou. Zij hebben hem tot het uiterste gedreven en hij zeide mij vandaag dat hij zou weglopen. Beproef toch, als gij kunt, om hem een boodschap te bezorgen. Zeg hem hoe ik heen ging en waarom ik heen ging, en zeg hem dat ik zal beproeven om Canada te vinden. Gij moet mijn liefderijke groet aan hem doen, en hem zeggen, als ik hem nooit weer zie. Zij keerde zich om, bleef een ogenblik met de rug naar hem toestaan, en vervolgde toen met een heese stem.